Wie zit er in de zetel aan zijn piemeltje te likken? Deze jongen. Ik heb mijn intro net gekregen. Godverdomme. Het gaat om Poncho de Hond. Dit is een podcast op wetenschap gericht. Wij zijn zelden van onwaarheden beticht. En wij zijn nog nooit voor corruptie gezwicht. Dit is het Nerdland. Maandoverzicht. Met uw gastheer, Lieven Scheire. Oh yeah. Een goeiedag iedereen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht, de aflevering februari 2022. Wij zitten hier samen op donderdag 27 januari om dit op te nemen en wij zitten online samen. Oh, de pijn. Oh, de pijn. Ja, de Omicron-golf raast door België. Peter heeft een hoog risicocontact gehad en Natta is positief momenteel. Oh. Oh, no. Oh, graag, en ik denk dat ik het heb, maar dat kan ook gewoon de aanstelleritis zijn. Maar toch, het is toch ook een beetje Jeroen dan, hè? Ja. De male flu. Ja, ja. Oh, de male omicron. Natta, maar je overleeft het allemaal? Ik ziek uit, maar ik overleef het, ja. Maar je hebt het wel goed zitten gehad? Ik heb het behoorlijk goed zitten, ja, nog steeds. Ja. Maar ja, het is ook wel te verwachten als je snot van Pieter Loridon in je neus duwt. En Natta, dat is wel... Ik wil niet weten wat ziektes dat je dan allemaal krijgt. Zelfvertrouwen, bijvoorbeeld, krijg je dan. Ja. Misplaatst. Oké, ja, je hebt sommige mensen al gehoord, maar we zitten hier vandaag met Kurt Beheijts. Jawel. Peter Berks. Hallo. Els Aerts. Hallo. En Jeroen Baert. Piep. En vanuit haar ziekbedje Natta Kerkhoffs. Hallo, Kus. Voilà, en we gaan het weer hebben over het wetenschaps- en technologie-nieuws dat ons het meest is opgevallen de voorbije maand. Zoals bijvoorbeeld, James Webb is gearriveerd in zijn Lagrangepuntje. Yay! Ja, we hebben het vorige keer al uitgebreid over de James Webb telescoop gehad. Die was toen gelanceerd, had al een paar zonnepanelen opengevouwen. De voorbije maand heb ik toch een beetje als een fanboy zitten volgen online welke openvouw- en implementatiedingen er gelukt waren. Die spiegels. Misschien nog eens uitleggen wat dat een Lagrangepuntje is voor de nieuwe luisteraars in het kort. Maar ja, dus het Lagrangepunt. Je hebt eigenlijk de aarde draait rond de zon. In elke baan rond de zon, dus hoe ver dat je van de zon staat, bepaalt wat je omlooptijd is rond de zon. Omdat de zwaartekracht van de zon op dat punt, die bepaalt hoe snel dat je moet vliegen om niet uit je baan te vliegen of niet in je baan naar de zon te crashen. Dus elke afstand van de zon heeft een bepaalde omlooptijd. Maar er is één trucje om een object, zoals een satelliet, toch op een afstand bijvoorbeeld iets verder dan de aarde van de zon te zetten. En dat is als je de lijn tussen de zon en de aarde rechtstreeks volgt en je gaat in diezelfde lijn weg van de aarde en van de zon, dan kom je op een punt dat de gecombineerde zwaartekracht van de aarde en de zon ervoor zorgen dat je toch aan dezelfde omlooptijd daar kan blijven hangen. Zo zijn er verschillende Lagrangepunten. Dat is hele mooie mechanica-wiskunde. Ook niet zo lastige complexen. Kan je op de Wikipedia-pagina van de Lagrangepunten allemaal gaan bewonderen. En dus de James Webb-telescoop hangt in Lagrangepunt 2. En dat is dus effectief het punt op de lijn zon-aarde, maar dan de andere kant van de aarde dan waar de zon staat, meer bepaald op 1,5 miljoen kilometer. En daar is die telescoop nu aangekomen. Ja, ik heb zo al die ontplooiingen wel zitten volgen. Die prachtige zeshoekige spiegels die opengeklapt zijn. Alles werkt. Hij is ter plaatse. Die hangt daar nu een beetje rond te draaien, rond Lagrangepunt 2. En nu is het nog 5 maanden... scherpstellen en kalibreren. Ik, dat is tot op de nanometer dat dat juist moet gekalibreerd worden. Hè? Dat is waanzinnig. Ja, het is ongelooflijk. Ze hebben inderdaad... Ja. Het YouTube staat vol met prachtige animaties en uitleg over die telescoop. En nu moeten ze dus elk van die 6 hoekjes gaan tilten in elke mogelijke richting, maar echt inderdaad per fractie van een millimeter, tot die focus juist is. En dat herhalen ze een paar keer om te zorgen dat alles perfect in focus staat. De reden dat dat tot op de millimeter juist moet zijn, is ook omdat je radiogolven wilt gaan opvangen van een golflengte die vaak kleiner is dan
een millimeter, of zeg ik dat verkeerd? Wacht, zijn radiogolven zijn redelijk lang normaal gezien, maar ja. Ja, ik weet het niet. Ik zou de precisie, het, ja, het heeft nee, te maken met de precisie. De precisie heeft vooral te maken, heb ik gelezen, met het feit dat ze heel lang naar een bepaald punt moeten kunnen luisteren. Omdat die een heel zwakke signalen zijn en die spiegelprojectie, het is eigenlijk meer dan, het is meer dan een satellietspiegelprojectie, want intern gebeurt er nog een keer een spiegelprojectie. Maar dus ze hebben heel veel data van een bepaald punt nodig om daar iets uit te kunnen opmaken. Dus je moet heel nauwkeurig, heel de tijd naar een mini millimeter luisteren in de ruimte. Je wilt geen ruis creëren door de... Want die spiegels die concentreren het signaal op één punt. Je wilt geen ruis creëren doordat die spiegels niet correct afgesteld zijn. Ja, inderdaad. Maar eigenlijk komt het erop neer. Je doet een, wat ze dan noemen, een photon count. Dus je telt het aantal fotonen dat uit een bepaalde richting komt. Ja, die vallen, ik denk dat dat bij die satelliet ook een soort CCD-blok zal zijn, zoals die in onze digitale camera zit, maar dan gevoelig voor infrarood hier. En je wilt natuurlijk dat een foton dat uit exact dezelfde richting komt, voor elke spiegel op dezelfde pixel valt. En daarom moet je dat dus inderdaad fracties van een millimeter per keer bijstellen. Het is trouwens, ik denk dat James Webb niet naar radiogolven kijkt, maar naar infrarood. Dus eigenlijk de golflengte iets langer dan het rode licht. En dat is ook de reden waarom die met goud gecoat is. Goud, ja... is minder gevoelig voor het blauwe licht bijvoorbeeld. Daarom heeft het ook een goudkleur waar niks van blauwkleur in zit. En goud is een van de beste reflectoren van infrarood licht, tot 98%. Daarom hebben ze dat gecoat met goud. Die goudlaag is flinterdun. De hele James Webb-telescoop is gecoat met 50 gram goud. Het werd omschreven in een YouTube-filmpje als 5 trouwringen. 5 gouden trouwringen groot zijn uitgesmeerd over dat oppervlak en die moeten dan gaan focussen. En ik zag een heel mooi, vond ik zelf, poëtisch filmpje. Namelijk, James Webb doet zijn observaties en heeft daar goud voor nodig als reflector. Maar een van de vele taken van de James Webb-telescoop is onderzoeken hoe goud ontstaat in ons universum. Dus hij is eigenlijk zijn eigen bestaan aan het onderzoeken. Ik zal dat even nader verklaren. In het begin van het universum waren er enkel lichte atomen, waterstof en helium. Die zijn samengesmolten met kernfusie tot zwaardere atomen. Maar je kan dingen laten samensmelten tot zwaardere atomen tot op een bepaald punt. Vanaf dat je aan ijzer zit, kan je geen dingen meer zomaar laten reageren met elkaar tot zwaardere atomen, omdat je daar plotseling van... Helium, helemaal zwaardere atomen maken tot aan ijzer, is een proces waarbij energie vrijkomt. Dus dat is iets wat je gemakkelijk in stand kan houden. Maar vanaf ijzer kost het energie om nog zwaardere atomen te maken. En dus zwaardere atomen dan ijzer kunnen enkel maar gemaakt worden in... Vroeger dachten ze enkel maar in supernovae, dus ontploffende sterren. En je hebt een prachtig filmpje van Neil deGrasse Tyson ook op YouTube, die enorm enthousiast wordt over alle atomen in ons lichaam die zwaarder zijn dan ijzer, en dat zijn er heel wat, die zijn ontstaan in ontplofte sterren. Wij zijn sterrenstof. We are stardust. Daar heeft trouwens ook die kerel van Symphonies of Science, die zo wetenschappelijke lezingen op muziek zet, die heeft een prachtig liedje gemaakt, We are stardust, met die uitspraken dan van Neil deGrasse Tyson. Daar zit een stukje van in onze comedy en science comedy podcast referentie naar een vorige special. Voilà. Inderdaad. Zeg, maar dan is die James Webb telescoop eigenlijk een moderne alchemist, namelijk op zoek naar goud maken. Ja, hoe maak je goud? Ben je eigenlijk aan het zeggen dat you ain't saying he's a gold digger, but he ain't messing with no broke mirror? Nee. Oh God. Saved myself there, jongens. Saved myself there. Ja, maar dus de theorie tot nu toe was, alle zware atoomkernen, zwaarder dan ijzer, zijn ontstaan in supernovas, dus eigenlijk in sterrenontploffingen. Maar ze hebben dan alles berekend en wat blijkt, die supernovas, het komt wiskundig niet uit. Ik denk vooral het aantal neutronen dat samengepoefd moeten worden om die zware kernen te maken, klopte niet bij de berekeningen van supernovas. Dus hebben ze nu een nieuwe theorie, namelijk dat een groot deel daarvan gevormd wordt in botsende neutronensterren. Dus grote dubbelsterren, twee sterren die rond elkaar draaien op korte afstand, die dan imploderen tot neutronensterren en die dan uiteindelijk botsen. En dat zijn exacte evenementen die we zien met die zwaartekrachtgolvendetectoren van de voorbije jaren. En dus
ja, het is zo een samenkomst van alle topsterrenkunde van de voorbije decennia. De zwaartekrachtgolvendetectoren zouden hopelijk in de komende jaren instructies kunnen geven aan James Webb waar die naar moet kijken. Maar dat is toch supercool dat je een combinatie krijgt tussen iets gewoon op gigantisch miljoenen kilometers afstand onderzoek met iets op gigantisch nanomillimeter onderzoek, ja. in CERN dan bijvoorbeeld. Ja, ja, het is echt het allergrootste en het allerkleinste dat hier prachtig samenkomt. Maar dus die zwaartekrachtgolvendetector zou dan zeggen, kijk nu snel naar daar, want daar gaat iets ontploffen. En dan hopelijk is James Webb op tijd om de botsing van twee neutronensterren te zien en daar te kunnen detecteren of daar ook goud in ontstaat of is niet. Is er dan, daar gaat iets ontploffen of daar is zoveel, zo lang geleden al iets ontploft en we kunnen dat nu zien? En wel, ja. Dat is iets wat, daar moet ik nog een keer het fijne van uitzoeken, want zwaartekrachtgolven gaan aan de snelheid van het licht en het licht ook. Dus je zou inderdaad verwachten dat die tegelijk aankomen. Je hebt één trucje met zo zwaartekrachtlenzen, hè, dat er in het universum door bepaalde zwaartekrachtvelden dat het licht via een omwegje ietsje later komt. En zo zou je het kunnen toch nog op tijd te zien krijgen. Maar ja, daar ken ik het fijne niet van, ja, inderdaad. Of misschien dat de aftermath van die neutronenbotsing nog boeiend genoeg is om daar net iets te laat naar te kijken. Maar dus, ja, ik denk Carl Sagan heeft de mens ooit omschreven als we are the universe observing itself. En dat is een beetje wat James Webb doet, hè. Gemaakt van goud en kijkt naar het ontstaan van goud. Ja. Cool. Oké. Okay. We hebben het vorige keer al gehad over het afscheid van James Webb, dat we die, zo, dat we die prachtig zagen wegglijden in de ruimte, de laatste keer dat de mens die van dichtbij ziet. Daar is nu een high-definition filmpje van uitgekomen. Dus de ESA heeft uit de data van die Ariane-raket heeft die nu een HD-versie eruit gehaald. Uiteraard een prachtig muziekje ondergezet en het is hier laat ik je los, James. Maar het is magnifiek om te zien, omdat er komen zo kleine schilfertjes los. Ik denk van die vijzen die dan loskomen of zo, of van die explosiefjes. En die tollen zo mooi rond in de ruimte. En dan begint die James Webb-telescoop direct met hele kleine pulsjes van stuurraketten. Het ziet er zo futuristisch uit, vind ik. Zo die hele minuscule pulsjes van stuurraketjes begint die zo zich weg te duwen. En door die pulsjes blaast die ook die schilfers weg. Het is zeer poëtisch op vele manieren en we zetten het uiteraard in de show. Ja, want er waren zo wat opmerkingen gekomen waarom dat ze op de James Webb-telescoop, want heel het ontplooien en het feit dat hij nu op Lagrange 2 is, dat is puur eigenlijk op basis van data, op basis van cijfertjes. Er zijn geen videobeelden niet meer van James Webb momenteel. En er was wat commentaar, waarom zetten ze daar geen camera op? Zo, een camera op James Webb zelf? Ja, bijvoorbeeld om toch iets of geen live footage uiteraard niet, maar dat ze toch iets of beeldmateriaal hebben van hoe het er nu mee bezig is. Ah, maar je bedoelt een selfie-camera dat hij zichzelf filmt? Ja, met zo'n selfie-stick en zo, ja. Wat ik denk, want ja, inderdaad, stel dat je een camera op James Webb zet die naar buiten filmt, dan zie je alleen maar saaie sterrenhemel in een slechte webcam-resolutie. Ja, in een saaie James Webb-camera, ja. Ja. Sorry. Als je hem zichzelf laat filmen, ja, dan heb je footage van een satelliet die ergens hangt. Ik denk, Kurt, dat het toestel al zodanig complex is op zichzelf, dat ze geen extra risico's willen toevoegen en ook gewicht en volume. Ja. En die camera moet dan ook... Ik denk ook dat de elektronica een beetje last gaat hebben van de temperatuur, dat ook een groot punt was om niet te doen. Ja, kan ook wel, ja. Omdat je gigantische temperatuurverschil hebt tussen het schild langs de ene kant en de sensor langs de andere kant. Ja. Hè? Ja. Plus in deze kan die blijven gaan. Hè? Die heeft toch een batterij die opgeraakt. Hè? Ja, klopt. Ik denk dat je daar ook niet nog een camera dan wilde aanhangen. Ja. Hè? We leven in een tijd waarin dat we niet snappen waarom dat je geen miljard extra uitgeeft voor een selfie ook natuurlijk. Hè? Ja. Misschien hebben ze er gewoon niet aan gedacht. Ja. James Webb heeft geen Instagram, weet je wel. Dat is geen influencer, hè? Nee, zeker niet. Oké, voilà, kijk, James Webb is gearriveerd. Het is nu nog wachten tot deze zomer, tot alles marcheert. Ook het kalibratieproces kan je volgen als je een echte diehard nerd bent. Maar ik kijk enorm uit naar de eerste resultaten die er gaan uitkomen. Alright, wat hebben we hier nog staan? In Zuid-Amerika zijn er uit mummies, Zuid-Amerikaanse mummies. Daar hebben ze uitzonderlijk goed DNA uitgehaald. Hoe hebben ze dat gedaan? Dat hebben ze, Peter, uit luizeneitjes gehaald. Ja,
Blijkbaar, dat is zo'n beetje het trucje wat ze in Jurassic Park doen. Hè? Ja. Dinosaurus-DNA halen uit het bloed dat door muggen is opgezogen. Ja. Maar goed, ja, dinosaurussen, dan spreken we over tientallen miljoenen jaren geleden. Ja, ja, dus dat DNA, dat verhaal weten we, dat hebben we al verteld. Dat DNA is helemaal gedegradeerd, dat kan je bijna niet meer reconstrueren. Maar mensen bestaan nog niet zo lang, hè, dus dan gaat dat wel, hè. Ja, en deze mummies zijn een paar duizend jaar uit. Ja, uit welke beschaving komen die dan? Goh, een paar duizend jaar uit. Ik denk... Ik ben er waren niet helemaal... Waren het geen Zuid-Amerikaanse mummies? Ja, dat weet ik in Amerika. Argentinië. Ze zijn gevonden in Argentinië. En ik ben niet echt thuis in de pre-Colombiaanse geschiedenis, zoals dat dan heet. Maar ik ook ik niet. Ik weet dat er is uiteraard wat geschiedschrijving van... Kort voor dat Columbus gearriveerd is, hè, met de Incas en de... ik heb het opgezocht, de Ancilta-cultuur. Sorry, ja. Ancilta, ja. De Ancilta, ja. Maar dus sowieso is, ja, pre-Colombiaanse Amerikaanse culturen hebben we heel weinig bronnen van. Dus archeologie is daar enorm belangrijk voor. En dus, ja, ze hebben nu dus dat DNA eruit gehaald. Wat doen ze daarmee? Ze kijken bijvoorbeeld wat de afstamming is van die volkeren. Hè. Ze vergelijken dat met volkeren elders in Zuid-Amerika en ze kunnen eigenlijk migratiestromen, huizingen van beschavingen en stammen, kunnen ze in kaart brengen daarmee. Het is wel minder cool als een pretpark natuurlijk, zo 2000 jaar oude mummies. Dat spreekt toch minder tot de verbeelding. Jurassic Park. Er zijn ook films van, hè? De mummy en de Mummy Returns. Sorry, ja. Maar dat zijn de Egyptische mummies en die hebben beef met elkaar. Dat is een beetje east side, west side. Ja. wij zijn oudere mummies. En deze zijn even oud ongeveer, denk ik. Ja. Ik denk dat ze jonger zijn, hè? Want Egyptische mummies kunnen tot 4.000-5.000 jaar oud zijn. Hè? Maar deze zijn ook zoiets, denk ik, zijn die? Ik dacht, 2000 dacht ik dat, maar goed. Dat zou kunnen. Ja. Wat hebben ze nog gezien? En dat is echt zo CSI scientist. Ze zagen dat de luizeneitjes dicht bij de hoofdhuid gelegd waren. En daaruit kunnen ze iets afleiden uit de omgevingstemperatuur op het moment van overlijden van de persoon. Ja, want normaal worden die eieren toch aan de haren vastgekleefd, hè? Ja, ze worden aan de haren vastgekleefd, maar, blijkbaar als ze vlak tegen de hoofdhuid gekleefd worden, dan is het buiten koud. Ja, lijkt logisch, hè? Ja, dat is... En het grappige is wel dat elke apensoort of mensapensoort heeft zijn eigen luizen. Hè? Dus wij hebben er in principe 3, hoofdluizen, klerenluizen, schaamluizen. Maar de gorilla's hebben er hun eigen, de chimpansees hebben hun eigen, dus elke apensoort heeft zijn eigen luizen. Was de schaamluis geen... Ja, dat kan. Gorilla-luis is. Daar is een overlap, dat klopt wel. Ja. Het feit dat wij ons schaamluis van de gorillas krijgen, daar gaan we verder niet op ingaan. Ja, nee, ik denk ook niet, best niet in details treden. Maar je kunt bijvoorbeeld wel herkomsten of migratieroutes terugvinden aan de hand van de luizen die ze overal gevonden hebben. Dus niet alleen van het mensen-DNA, maar ook van de luizen. Maar ook van de luizen. Inderdaad. Maar kijk, ik vond een mooi voorbeeldje van CSI-wetenschap. Luizen van duizenden jaren oud die op mummies zitten, DNA uithalen en iets afleiden over de temperatuur op het moment van overlijden. Dat is wel een reeks die ik zou kijken. De luizenmummie. Alright, we gaan eventjes verder. Ja, we hebben hier een onderwerp staan. En als ik me niet vergis, heeft dat te maken met zowel kak als dieren, als artificial intelligence. Yes, maar Kurt heeft het geclaimd voor Jeroen zijn neus. Dat komt omdat ik een beetje ziek ben. Hè. Ik ben niet scherp. Ja. Nee, maar Jeroen, ik zag het en ik dacht... Ja, probeer het. Ik laat het laaghangend fruit tegenwoordig hangen voor de rest, jongens. Maar je mag zeker aanvullen waar nodig. Doe maar. Dus Kurt, het was iemand die het eigenlijk... Is ook wel, het is ook wel een makerprojectje, dus op die manier vond ik het ook wel een beetje...
Ja. Ah ja, dus een maker-project zit, is echt iemand die gewoon zelf voor zichzelf beslist absoluut, heeft. Ja. Ik wil graag dit eens bouwen. Wat heeft hij gebouwd? Ja, wat is de context? Het is mensen met een hond die daar in de tuin rondloopt en die daar denken van ik ga mijn gras afmaaien. Dat is soms gevaarlijk. Namelijk, je laat je een hond los en je weet niet waar het in overal zijn dingetje gedaan heeft. En dat heeft die maker, Caleb heet hem, of wacht even, de juiste naam. Dat heeft die maker gedaan, Caleb heet hem. En dus een beetje een Russische roulette met hondendrollen in het gazon. Ja, voilà. Iedereen die al een nijlpaard heeft zien kakken, die weet wat er kan gebeuren. Ja, bijvoorbeeld, om de vergelijking te maken, er zijn ook heel veel verschillende Roomba-filmpjes van die stofzuiger-robotten thuis, die daar ook door de hondenkak gaan en dat niet opzuigen, maar redelijk verspreiden over het huis. Ik zal er een linken in de show notes, maar het relaas van de man wiens Roomba door een hondenkak gereden had en vervolgens de nacht de volledige living en keuken had bepleisterd. Dat is echt de poepocalypse, noemt hij het. Die heeft eigenlijk een soort prachtige spirituele Nazca-lijnen getrokken door de hele woonkamer. Ja. Voilà. Deze persoon had hetzelfde probleem, maar dan met zijn grasmachine in de tuin. Ja. En die dacht, ik heb een security camera hangen in mijn tuin, kan ik die niet trainen, via AI en machine learning en zo, dat die eigenlijk aangeeft waar dat mijn hondje, namelijk Twinkie, zijn kaka gedaan heeft. En dat heeft hij echt geprobeerd. Eerst heeft hij gedacht van, ik ga gewoon heel veel foto's van hondendrollen in dat machine steken om die te trainen, dat die eigenlijk hondendrollen kan detecteren. Maar dat werkte niet zo heel goed. Ook omdat bijvoorbeeld die hond nogal heel vaak 's nachts en infraroodbeelden en zo, dat was een beetje lastiger. En dan heeft hij eigenlijk een ander ding gebruikt, namelijk Deep Lab Cut. En dat zijn eigenlijk, dat is een preset van trainingsalgoritmes die daar eigenlijk animal pose estimations gaan doen. Dus die eigenlijk, daar pose, kunt je dier... Dus pose, houding. Poses, ja. Dus daar kunnen je dier mee gaan observeren en gaan trainen dat hij bepaalde poses aanneemt. En dan heeft hij zijn Twinkie geobserveerd en honden die daar kaka doen, die nemen daar een bepaalde pose voor aan. Dat is zo grappig. Dat is echt, hè? Ja. Poncho zit dan altijd op de stoep en ik ben dan aan het wachten met dat zakje en die kijkt me zo echt aan van, kijk, ik vind dit ook niet dignified, hoor. Maar dat is, die honden die kunnen dan zo schuldig kijken als die aan het kakken zijn. Dat is echt niet en dat is exact het tegenovergestelde met een kat. Hè. Die bukt daar, die zet die snorharen naar voren en met een soort misplaatst zelfvertrouwen staart hij u in het gezicht van dit doen we allemaal, hoor, homo sapiens. Ja, maar de gezichtsexpressie heeft hem toch niet genomen in zijn trainingsalgoritmes. Nee. Hij heeft gekeken naar de rug, naar de kromming van de ruggengraat. En van de staart, hè? En inderdaad de staart. Ja. En het derde is, mijn hond beweegt even niet. Zo die drie parameters heeft hem getraind, al de algoritmen, heeft hem geannoteerd. Dus foto's en stukjes van die video, deze drie puntjes zijn de rug, deze drie puntjes zijn de staart. En nu werkt dat. Nu heeft hij een systeem die eigenlijk iedere keer, als hij naar zijn tuin wilt gaan, kan hij een foto zien van zijn tuin met daarop cirkeltjes. Daar ligt de kakka. Dus er is nog honger in de wereld. Er is geen wereldvrede. We hebben wel een AI-systeem dat kakkende hond van niet-kakkende hond kan onderscheiden. Inderdaad. Ja, wel, ik zou dat nu willen gebruiken, zodoende dat mijn grasmaairobot daar rondrijdt. Absoluut, dat is de volgende stap, hè, dat je die data GPS... Of dat ik nu ergens een stofzuigersysteem voor buiten daarop kan bouwen en dan daar naartoe rijdt en gewoon die dingetjes oppikt. Zeg, maar er is al een drolschep-robot gebouwd. We hebben die ooit in... Kan iedereen nog volgen? Hebben we dat ooit gefeatured? Voilà. En dat was een natuurlijk belachelijk groot ding op vier wielen met zo'n schepje onder. En die reed echt rond. Maar die keek dan echt visueel en ook met infrarood, hè, omdat de drol een zekere lichaamstemperatuur heeft als die vers is. Die reed echt rond en die detecteerde en die ging dat zo met een schepje dat gaan opheffen. Maar het was wel typisch iets dat veel te groot en lomp en duur was voor wat het uiteindelijk kon. Ik wil dat bouwen voor aan de zee te kunnen zien wie dat er in de zee aan het pissen is. Puur op facial estimation. Kromme rug, staart omhoog. Dat is ook niet zo moeilijk te zien. Je kijkt naar wie in de zee wandelt tot zo net boven zijn middel in de zee gaat staan en terug eruit wandelt. En dan wat onschuldig links en rechts kijkt naar de grote appartementsgebouwen in de buurt. Ja, voilà. Okay. Voilà, maar dat is dus het makerprojectje. Ja, voilà. Ik heb een nieuwe kattenbak voor onze kat. En ik heb een heel nerveuze kat, dus die is bang van alles wat nieuw is. En die zat daar nu heel schuchter in vandaag.
En ik kwam toevallig binnen, ik moest iets in die kamer zetten. En dat beest schrok zich een ongeluk, omdat er iets bewoog terwijl zij in een nieuwe omgeving was. Dus die springt met gekromde rug uit die kattenbak. Die probeert met gekromde rug te vluchten, tot hij ziet dat ik het was. En dan bleef hij gewoon staan, verder kakken eigenlijk gewoon. Hè, op de vloer. Ik dacht echt dat jij ging zeggen dat jij zo'n automatische kattenbak had gekocht. Ik heb dat dus ooit willen doen, maar ik heb een hele domme kat. En dat is dus een kattenbak die, als ze daar zijn op geweest, dan draait hij zijn eigen volledig rond. Juist, en die ja. kakskes die verdwijnen dan ergens aan de zijkant of zo. Maar ik ben er zeker van, als ik dat voor mijn domme adoch, zeer lieve poes zou kopen, dat die daar zou nog in zitten als je begint rond te draaien. En die heeft lang haar, dus we gaan dat gewoon niet doen. Ik heb ook... omdat wij hadden een adoptiekat die hier even op bezoek geweest is en wij wilden dat die goed overeenkwam met onze huidige kat. Dus ik heb heel veel naar de filmpjes gekeken van Jackson Galaxy. Jackson Galaxy. De kattenfluisteraar? De kattenpsycholoog op tv en ook op YouTube. En die vertelt fantastische dingen totdat hij u begint aan te raden om homeopathische middeltjes aan uw kat te geven. Dan denk ik, sorry Jackson. Zijn dat zo van die verstuivingsdingen? Ik heb dat hier al gehad. Hè? Ah, maar nee, daar zit een feromonen in. Dus daar zit echt een werkzame stof in. Maar Jackson Galaxy heeft wel een diep inzicht in de omgang van katten met elkaar. En hij heeft mij verteld... persoonlijk op YouTube, ik keek gewoon naar zijn YouTube-filmpje. En hij heeft gezegd, automatische kattenbakken, daar is hij tegen, want je moet zien wanneer je kat ziek is. En dus uit angst om een diarreetje te missen, zegt hij, je moet ze er zelf uitscheppen. Maar ja, bon. Ik denk ook soms, give me convenience or give me death. Ja. Maar aan de andere kant, je zei advies aan het aannemen van iemand die zichzelf Jackson Galaxy noemt, dus goh. Ja, voilà. Ja. Nee, maar ik moet wel zeggen, ik vind het uitermate boeiende filmpjes. En de introductie van die vreemde kat is eigenlijk zeer goed verlopen via de Jackson Galaxy introduction method. Heeft Jackson Galaxy ook een methode om katten te laten wennen aan zeer enthousiaste en zeer geluidruchtige honden. Deze kat is al 2 jaar verhuisd naar de garage sinds dat onze hond er is. Dus wat ik u aanraad, Peter, dat is dat je even door zijn YouTube-kanaal gaat op zoek naar Cat and Dog Introduction. En als je het antwoord niet vindt, dan kan je ook een goed gefilmd verslag maken met uitleg van uzelf over wat het probleem is. En dan gaat hij u misschien zelfs... sturen. Persoonlijk antwoorden. Ja. Geen sponsor. En een factuur sturen. Geen sponsor, alweer niet. Bon, nog 2 AI-korte nieuwsjes die gepasseerd zijn deze maand. In China testen ze momenteel een AI-rechter. De Artificial Intelligence Rechter. Het is iets wat al heel lang geopperd wordt, dat rechtspraak voor een deel door artificial intelligence kan gebeuren. Het is iets waar heel veel mensen de kriebels van krijgen, en niet onterecht, denk ik. Maar de tegenargumenten zijn ook heel sterk. Als je kijkt naar alle veroordelingen over een lange periode, dan zie je dat je een grotere kans hebt op een zwaardere straf als je uitspraak vlak voor de middag is. Rechters zijn mensen en dus zijn onderhevig aan honger. Bijvoorbeeld. En dus wordt er gezegd, als we nu een AI-systeem bouwen dat zelf rekening houdt met van alles en nog wat, kan dat misschien betere rechtspraak doen. Maar dan mist je weer natuurlijk het menselijk gevoel van, is er oprecht berouw? Is dat iemand die uit een situatie komt en in een nieuwe situatie terecht kan komen waar hij beter beschermd is? Swat. Van alles en nog wat. In China zijn ze het aan het testen. Ze hebben een AI-systeem getraind op, ik denk, 17.000 uitspraken. Welke specs dat ze dan gebruiken, hè? Op welke factoren dat AI-systeem getraind wordt, dat is dan moeilijker te zeggen, want je moet nog altijd als mens een verslag indienen wat er gebeurd is. Maar ik zag het lijstje staan en er worden AI-uitspraken getraind op dingen als kredietkaartfraude, gokmisdaden, gevaarlijk rijden met de auto, diefstal, tegenwerken van officiële instanties en ook... dissidentie met de staat. Oei, oei. Hola. Ja. Nogal zeer breed dan ook. Hè? Ja, het AI-systeem kan ook kijken of je dissident bent met de staat. Goed, ja, AI en rechtspraak. Ik denk dat het niet het laatste is wat we erover gaan zeggen. Gaat nog het is echt gewoon een computer die zo heel hard met een hamer op een ding kan kloppen.
Dat is een tof makerprojectje wel. Ik stik daar even een servomotor en een hamertje bij. Ja. En nog één AI-ding. DeepMind in Groot-Brittannië, die zijn nu bezig met hun AI-systeem los te laten om nieuwe wiskunde te ontdekken. En dat is ook een thema dat je steeds vaker hoort bovenkomen. Het vermoeden dat AI-systemen echt aan wetenschap gaan doen. Dus dat die echt nieuwe ontdekking gaan doen. En dus ze hebben nu een AI-systeem losgelaten op de knopentheorie. Knopentheorie komt uit de topologie, een gedeelte van de wiskunde dat zich bezighoudt met tweedimensionale, driedimensionale, als het moet zelfs vier- en hogerdimensionale vlakken, vormen en lichamen. En knopentheorie, eigenlijk komt het wel een beetje neer op een knoop, hè. Een elastiekje is een gewone cirkel. En dan als je daar een knoop in legt, dan heb je een knoop van een hogere orde. Als je daar vier of vijf lusjes in draait, heb je nog een hogere knoop. Daar kun je heel veel wiskunde mee bedrijven. En er zijn nu twee nieuwe stellingen ontworpen en bewezen met de hulp van AI-toestellen. Voor de echte wiskundefans zetten we de link in de show notes. Dan kan je daar gaan kijken wat er precies gebeurd is. Terug naar de echte wereld. Meer bepaald naar ons bedje en ons eigen velletje. Peter, er is een ontdekking, of iets wat eigenlijk logisch klinkt, maar er is wel een boeiende ontdekking over gedaan. Het feit dat onze menselijke huid een eerste afweersysteem bevat tegen de beten van bedwantsen. Ja, en dat vond ik een beetje eigenaardig, omdat die beesten die moeten toch op uw vel komen zitten om bloed te kunnen zuigen. Maar die zitten daar niet graag. Dus die willen eigenlijk zo snel mogelijk terug verdwijnen. Dus die komen, je kent bedwantsen, dat zijn een soort wantsen, die zitten eigenlijk altijd verstopt, meestal in de plinten op je slaapkamer. Maar eens om de zoveel, dus meestal 's nachts komen die uit en dan zuigen die bloed. Maar wat blijkt, die willen daar zo snel mogelijk terug vertrekken. En dat komt door de vetten die zich op je huid bevinden. Ja, en ik vond dat heel bizar, want blijkbaar is de samenstelling van uw huid een afweersysteem. Wel, maar ten eerste misschien over bedwantsen. We hebben daar echt horrorverhalen over gehoord. Ja, en die zijn in opmars. Hè? Die zijn al jaren in opmars. Ze zijn een tijd weg geweest. Maar in de Verenigde Staten was dat een plaag geworden, vooral in hotels, in grote steden. Dat is nu overgewaaid naar Europa. En zijn ze zichtbaar met het blote oog? Ja, die zijn een paar millimeter groot. Hè? Dus die kunnen tot een halve centimeter zijn. En ze zien er eigenlijk vrij... ze zijn niet erg opvallend, zo bruin ovaal. En je kan sporen ervan ontdekken dat als je zo van die zwarte of bruine vlekjes vindt op je matras en zo, dat zijn eigenlijk de keuteltjes die ze achterlaten als ze bloed hebben gezogen. Bloedkak. Bloedkak, ja. Bloedkak in het hotelbed. Ja, of in het thuisbed, als je het mee naar huis pakt. Ja, dat is waar. Ja. Dus zo verspreiden ze zich ook. Hè. Dan zitten ze in de bagage en dan heb je ze thuis. Hè. Maar dus, er waren echt horrorverhalen uit Amerika, grote steden in Amerika, die zeiden van hotels hebben een bedwantsenplaag. Hoeveel zijn er al gemeld in België eigenlijk? Ik heb er geen idee van. Maar het is vooral in de grote steden dat ze zitten. Hè? Maar wat dat de verspreiding exact is, ik heb niet zo een idee. Dat zou ik eens moeten opzoeken. En dus ons vel heeft eigenlijk al wat... scheidt al wat chemicaliën, biochemie af te pesten? Ja, blijkbaar. Ik was heel verbaasd dat eigenlijk uw eigen huid... de beesten die erop kruipen om bloed te komen zuigen, wegjaagt. Dat vond ik raar. Dus die zitten er allemaal met zo'n blik van ik ben hier ook niet graag, so let's get it over. Ja, maar dat is echt zo'n, volgens mij dan zo'n hit and run. Hè. Dat is zo gauw even naar u toe lopen, bloed zuigen en dan zo snel mogelijk weg, want dat stinkt hier of dat smaakt vies. Ik weet het niet wat dat is. Maar... Wel, Peter, het feit dat onze huid deel uitmaakt van ons immuunsysteem, dat wist ik gewoon al. Ja. Ik wist dat al dagenlang. Want ik heb dat letterlijk een paar dagen geleden gelezen in het boek Immune
van Philip Detmer. Philip Detmer is van het YouTube-kanaal Kurzgesagt, of In a Nutshell, die zo hele mooie explainertjes maakt met animatiefilmpjes. Die is blijkbaar al jarenlang echt gebiologeerd door het immuunsysteem en de complexiteit daarvan. Heeft dat redelijk uitgebreid bestudeerd en probeert dat op een zo helder mogelijke manier uit te leggen. Ik zit nog maar aan een derde van die boek en ik ga hem nu al enorm aanraden. Het is echt fantastisch om te lezen. En hij begint ook bij de huid. Dus hij begint met de huid creëert omstandigheden die voor bacteriën en grotere beestjes zo lastig mogelijk zijn. Ja, maar, en aansluitend daarop, dus één, het is eigenlijk de vetsamenstelling van uw huid die de bedwantsen wegjaagt. Maar iets anders nu, en dat zit er een beetje mee verwant. Voor muggen hebben ze nu gevonden, zeker voor de muggen, dus het zijn niet de malaria-muggen, maar het zijn dan Aedes aegypti, dat zijn degenen die Zika en dengue en gele koorts overbrengen. Die soort wordt heel sterk aangetrokken door de samenstelling van organische zuren op je huid. Dus de bedwantsen gaan weg van het vet, maar de muggen worden aangetrokken door de zuren die zich op uw huid bevinden. En zijn dat dan vetzuren op uw huid? Dat kan, ja. Ja, maar okay. Het zijn gewoon de samenstellingen. Maar bijvoorbeeld hele eenvoudige zuren, kan ook azijn zijn. Hè? Sommige mensen hebben ook. En het grappige is, uit het onderzoek is gebleken, de zuren apart hebben geen afwerende of aantrekkende werking. Maar als je de samenbrengt met ammoniak en melkzuur, dan ineens is dat bijzonder aantrekkelijk voor muggen. En dat maakt dat sommige mensen heel snel worden gestoken en andere mensen helemaal niet. En dat heeft enkel en alleen te maken met de samenstelling van de carbonzuren, dus de organische zuren, op je huid. En vertel me nu een keer het geheim. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je niet gestoken wordt? Dat je zo iemand wordt die dan niet muggen aantrekt? Minder ammoniak. Ja, minder zuur zijn. Ja, blijkbaar. Nu zijn ze aan het kijken of ze dat niet kunnen gebruiken om dus meer, huidvriendelijke afweermiddelen tegen muggen, dus muggenmelk te maken. Ja. En worden er voor die bedwantsen bijvoorbeeld ook medicijnen ontwikkeld? Zou dat kunnen dat je afweersystemen kunt ontwikkelen op basis van wat ze nu doen? Ja, dat is nu bijvoorbeeld ook een idee. Vetsamenstellingen maken dat je bijvoorbeeld op je kunt vernevelen om dan die beesten weg te jagen. Hè. Dat is een mogelijkheid. Want op dit moment, een bedwants plagen in je huis, dat is gewoon twee weken op hotel gaan en heel de boel laten kapot spuiten. Hè. Ja, en uw matras vervangen en alles. Hè. Alles wat je hebt moet weg. Ja, alles moet weg. Het klinkt alsof jij ervaring hebt, Els. Ah, wel, ik heb ongeveer 10 jaar in een sportvereniging gezeten waarmee dat we heel veel verbleven in jeugdherbergen. En laat ons zeggen dat er meerdere mensen van mijn team al een keer bedwansen mee naar huis hebben gepakt. Allee! Ja. Damn. Ja, iedereen wil dan een keer mee naar huis pakken van de sportwedstrijd, maar geen zespotige natuurlijk. Ja, nee, best niet, denk ik. Dat is het belangrijkste. Nee. Ik vroeg mij af, bij een slak kan niet over koper kruipen, bijvoorbeeld. Ja, dus een van de trucken is, we leggen daar een koperlaag rond de groentekens. Zouden zo uw bed kader van iets kunnen voorzien waar dat insecten niet over kunnen? Maar ja, dan moet je met die paraffineolie waar dat insecten niet aan kunnen hechten. Ja, wat bijvoorbeeld in Afrika werd gedaan tegen army ants, dus tegen die trekmieren. Hè? Dus dat zijn die grote kolonnes die dan zo alles verslinden wat ze tegenkomen. Daar werden bijvoorbeeld de meubels of de bedden dan in potten met petroleum gezet. Dus bed van de muur af. En al de vier poten in een pot paraffineolie of in petroleum. Ja. Daar kunnen die mieren. Als je het water helpt niet, want daar kunnen ze op drijven. Dan maken ze vlot en dan kruipen ze toch in dingen. Dus je moet zoiets hebben wat heel lage oppervlaktespanning heeft. Dus benzine, petrol. Water met zeep. Hè? Met afwasmiddel, ja. Natuurlijk, als je het in petroleum zet, gaat de evolutie ervoor zorgen dat er opeens een kolonne bedwantsen met mobiletjes over je lichaam begint te crossen. Ja. Zeg maar, die bedwantsen kunnen niet tegen menselijke huid. Dus je verdediging zou een bed van huid zijn. Dat klinkt nu echt als het nieuwe boek van Peter Verhelst of zo. Kegelbelector. Een bed van huid van Peter Verhelst. Je moet wel een vette huid dan, hè? Het is eigenlijk een bed van mijn huid. There's Silence of the Lambs opeens, right? It puts the lotion on the skin. Ja, oké. Okay. Oh ja. Een bed van vettig vel. Ja. Autobiografie van Jeff Hoijbergs. En dan
En dan ook nog ontdaan van elk orgaan is zuur, want anders dan komen de muggen nog op je af ook nog. Oké. Okay. Ja. Wel, wel, kijk, maar goed, ja, dus ons vel helpt ons alvast met de eerste verdedigingslinie tegen de bedwanten. Dat gaan we onthouden. Naar de elektronica. We hebben het al een paar keer gehad over het chiptekort, hè, dat u wel al lang aansleept en dat veel gevolgen heeft. We hebben het al gehad over auto-industrie, lijnen, productielijnen van de auto's die stilgelegd werden, enkel en alleen omdat er chips tekort was. Ook bij de print cartridges, want Jeroen, in onze cartridge, dus niet alleen in de printer, maar ook in de cartridge zit tegenwoordig een chip die onder andere moet helpen om te zorgen dat we geen goedkopere kopieën gebruiken. Ja, het bedrijf Canon heeft moeite met chips te vinden voor in zijn officiële cartridges, waardoor dat de cartridges die je bij Canon koopt kunnen door de software die op je computer draait herkend worden als zijnde: hé, hey, dit is geen echte Canon cartridge. Je bent toch geen goedkope illegale cartridges gaan kopen? En dan komt er een groot waarschuwingsscherm op je computer dat zegt van ja, je gaat hier alleen maar problemen mee hebben. Je kunt het inktniveau niet monitoren. Dat is alleen maar vodden met die goedkope alternatieven. Koop erin van Canon. En Canon heeft nu zelf naar zijn gebruikers moeten sturen. Ja, als die waarschuwing er komt, je mag dat negeren, want we hebben geen chips om echte cartridges mee te maken. Dus het is een beetje ironisch dat de maatregel die dat Canon heeft ingevoerd om ervoor te zorgen dat je alleen ink cartridges van Canon wilt kopen, dat ze nu moeten zeggen van goh ja, die waarschuwing, negeer die maar. Ah, oké, okay, maar gewoon negeren is genoeg. Gewoon dus negeren is... Nee. Ah, ik dacht even dat ze hun gebruikers moesten leren om de boel te hacken. Dat zou nog cooler zijn. Nee, ze hebben het waarschuwingsscherm mag genegeerd worden, hebben ze naar iedereen moeten sturen. Oké, okay. Maar amai zeg, ik heb nog nooit een waarschuwingsscherm genegeerd. Maar als ik het goed begrijp, dus zelfs als je nu Canon-cartridges gebruikt, ja, ga je een waarschuwing krijgen. Klopt, omdat zij ook chips moeten gebruiken die dan niet aan de voorwaarden voldoen om die verify te maken. Dus ja, dan heb dus je kunt ook niet, je kunt niet in die waarschuwing ergens aanklikken van ja, maar ik heb wel degelijk de echte. Nee. Okay. Zeg, en kunnen ze dan niet gewoon die waarschuwingen uitzetten bij een volgende update? Allee, dan niet dat gewoon... zou ik... Dat is... Ja, je wilt natuurlijk mensen nog altijd wel nudgen naar dit. Dus ja, ik weet het niet. Maar ja, maar je mag ze niet negeren als het een echte goedkoper is. Hè? Ja. Als het een chip is, dezelfde als die ze nu zelf gebruiken, maar toch van een ander, moet het toch niet doen. Dat zou cool zijn dat dat in de gebruiksvoorwaarden staat. Enkel negeren bij officiële Canon-producten. Dat is echt een pet peeve van mij. Zo van die mensen die waarschuwingsvensters vastpakken en helemaal naar de zijkant van hun scherm slepen om zo die buiten beeld te krijgen. Want als ik dan opgeroepen word van wat is er mis aan de computer? Is er een foutmelding? Dan moet ik zo 3 pixels die tegen de zijkant van het scherm plakken identificeren als einde van, ah ja, daar staat het in. Oh ja, ik had hello, al weggesleept. Nice to meet you. Liegend scheid van te krijgen. Wat, ja. Kijk, it's my people, dat is al dat ik kan zeggen. It's my people. Ik heb nu sinds een jaar zo een printer waar je geen cartridge moet indoen, maar waar je inkt moet bijvullen uit een flesje. En ik dacht bij mezelf, ik geef het een kans, maar ik dacht bij mezelf, dit is gewoon de volgende scam van de inktverkopersmafia en de boel gaat hier blokkeren. En wij hebben die printer letterlijk vorige week gekocht. Wel, maar ik ben nu een jaar ver en goed, een jaar is enerzijds niet lang en anderzijds in elektronica toch al een stevige tijd. Ik ben eigenlijk heel content. Ik ga geen merken noemen, hè. Dat is ook niet nodig. Maar... Geen sponsor. Ja. De online winkel heeft mij beloofd dat we met die tankjes die erbij zaten, dat we daar 3 jaar mee toekomen. Wel, maar ik kom nu al een jaar eigenlijk ruim toe. Kunnen die iemand ook vullen met andere dingen? Zo chocolat of zo? Of bloed? Oh, nee, ja, maar ik heb wel al een keer gepest dat ik zo wil die kleuren een keer mengen of wisselen. Ja. Of... Oh, dat zou wel cool zijn dat je kleuren in het verkeerde steekt. Maar serieus, de prijs van bloed is lager dan de prijs van inkt eigenlijk. Hè. Inkt is duurder per liter dan bloed. Waar koopt jij bloed, Kurt Beheid? In welk park? Ja. Bij het Rode Kruis. En waar dat nodig? S'nachts. Besmet bloed om in je neus te smeren. Ook. Het HIV-vaccin van Kurt Beheid. Iemand in mijn familie die had nu een soort subscription op printerdingen gekocht. En dan moesten ze maandelijks betalen om 150 bladzijden te mogen printen. Maar dan stuurde zij alle cartridges op als je ze nodig had of zo.
Ja. Dat is speciaal, oké, okay, ja. Ja, dat is echt zo'n service die aangeboden werd van kijk, je betaalt ons voor zoveel bladzijden per maand en je moet niet betalen voor je printer en niet betalen voor je cartridges. Wij leveren dat vanaf dat je dat nodig hebt. Maar ja, zo typisch... Ja. Recurring income, hè? Zo een beetje de fetish van alle startups tegenwoordig. Recurring income en abonnementsgeld en zo. Dus ja, print miserie as a service, dat was het. Oké. Okay. Ja, dat wilde niet voor hebben. Als je echt, als het kritisch is en je moet iets printen, dat je nog moet wachten op B-post om je ja, te brengen. Ja, dat klinkt vooral als iemand die investeerders nodig heeft en kan zeggen, kijk hoe we ervoor staan, we hebben recurring income. Ja. En dan zijn ze dat toch aan het printen en dan zegt je computer, can't find printer. En dan zeg je tegen je computer, daar staat het, daar. Maar kijk, en zo omdraaien met zijn schermpjes. Kijk dan. En waarschijnlijk de volgende stap is van elk printcommando op de blockchain te zetten of zo. Ja, weet je wel. Oké, okay, wat hebben we hier... Over printers gesproken. Sorry, ik had in de week een grappig verhaal gelezen bij Fastball. Dat is zo'n Twitter-account naar waar dat je confessions kunt opsturen. En iemand had gezegd van ja, er was een printer bij ons in de buurt die niet beveiligd was. En ik heb daar een jaar piemels op zitten afdrukken, gewoon omdat ik dat grappig vond. En ik heb pas recentelijk ontdekt dat die in het funerarium stond. Ik vind ook de letter D in piemels op afdrukken vrij cruciaal. Ja, die daar vernoemd. We hebben nog één nieuwsje over eigenlijk een beetje de consumer side of electronic. Het gaat over adblocker. Adblockers is typisch zo software die ervoor zorgt dat de reclames die op websites getoond worden en zo weggefilterd worden. En uiteraard, Kurt, proberen de mensen die via reclame hun geld verdienen, zoals krantenwebsites, die proberen alles te doen om die adblockers weg te krijgen en te bannen. Als ik me niet vergis, was er een krant die ze had aangeklaagd voor auteursrechtenschending. Ja, het is Axel Springer, is een uitgever die onder andere Bild en zo in zijn bezit heeft en nog andere tijdschriften en kranten. En die, die zei van, ja, wij halen onze reclameinkomsten uit ads. Dus als mensen die blokken, dan hebben wij minder inkomsten en zo. Dus die dacht, ik ga dat een keer aanvechten. Maar, spoiler, Adblock Plus in dit geval heeft gewonnen. Om de simpele reden dat, ja, wat dat iemand... Het is een beetje technisch in de zin dat een website die heeft code. Jij klikt op een link en dan geeft die webserver geeft u die code, stuurt die door via het internet. En uw computer, uw browser, Internet Explorer of Chrome of Safari, die gaat die dan eigenlijk op een manier tonen. Maar wacht, we moeten er eerst even bij zeggen. Het juridische trucje dat hij wou gebruiken was... Wij bieden onze pagina's aan op een bepaalde manier. Ja. En als iemand iets verandert aan de manier waarop dat wij onze pagina tonen, hebben die eigenlijk met onze copyright-beschermde inhoud geklooid. Dus hij wou... feit dat er advertenties verschenen, wou hij auteursrechtelijk beschermen. Ja, voilà. En iedere persoon die ooit een website gemaakt heeft, en zeker momenteel met alle mobile devices, dat je eigenlijk websites op honderden verschillende manieren, op honderden verschillende browserresoluties, de grootte van je scherm, wil tonen, die gaat dat beamen. Je kunt dat niet. Je bent eigenlijk altijd een webpagina aan het aanpassen via CSS, via JavaScript als het echt moet, om ervoor te zorgen dat de inhoud op een zo goed mogelijke manier, in het beste geval, getoond wordt op elk mogelijk device. Dat doet je een browser, dat doet je CSS en zo, maar je kunt in je browser ook plugins installeren. En wat doen plugins op dat vlak? Die gaan eigenlijk tussen het moment dat die code van de server komt, de HTML-code, de CSS-code, en het moment dat uw browser die code vertaalt in oké, hier komt tekst, hier komt een tekening, deze kleurtjes en zo van die toestanden, die gaat daarin ingrijpen om bepaalde stukken uit die code eruit te knippen, letterlijk. En dat doen adblockers eigenlijk. Adblockers gaan bepaalde stukken code, die dat dan advertenties gaan tonen in uw webpagina, die gaan ertussen uitknippen. Maar dat gebeurt alleen maar op uw computer. Dat heeft niks te maken met de server, dat heeft niks te maken met die website. En je kunt bijvoorbeeld op je computer heel gemakkelijk de broncode van een webpagina bekijken. En je kunt daar lokaal zelfs aanpassingen in doen. Dat je op je manier in de pagina die jij ziet op je computer ineens iets totaal anders hebt. Wat dat bijvoorbeeld... Dat is een trucje dat jij aan de redactie van De Ideale Wereld geleerd hebt, waardoor dat je, als je naar De Ideale Wereld kijkt, zie je af en toe zo nieuwsberichten verschijnen waarin dat complete onzin gezet is. Hoe doe je dat precies?
Als je, ja, helemaal in het begin van die ideale wereld, inderdaad, heb ik dat een paar keer gedaan. En dat wordt momenteel nog altijd gebruikt om soms screenshots te pakken van websites die dat in totaal anders zeggen. Ja, je kunt bijvoorbeeld de broncode, als je Ctrl-U of Command-U, dan ziet je de broncode. Maar je kunt ook onder de motorkap van je browser gaan kijken door je console of door je developer tools aan te zetten. In Safari, in Chrome, in Firefox zitten die allemaal. En dan kun je eigenlijk de code van de website die op dat moment getoond wordt in je browser, kun je aanpassen. Kun je tekst bijtypen, kun je een tekeningsje veranderen en zo toestanden. Een woordje vervangen. Ja. Bijvoorbeeld. En dat doen die plugins, dat doen die adblockers ook, maar op een hele slimme manier. Namelijk, die hebben een hele lijst van dit soort patronen van code, namelijk tekeningen die van bepaalde adservers geladen worden, die gaan we er gewoon tussenuit knippen. Voilà. Zo werken adblockers. Dus dat is puur lokaal op je computer. En dus en daarvan wou wij een copyright rechtszaak maken. Ja, juridisch slimmigheidje, dacht hij, maar heeft wel verloren. Ja, terecht. Voilà, ja, maar dat is heel de discussie die soms ook goed. Want bijvoorbeeld helemaal in het begin, toen dat en zo rond open data en zo, helemaal in het begin toen dat de NMBS bijvoorbeeld hun treintabellen aanbood, had er iemand een app geschreven die dat de data van de NMBS-websites binnenhaalde en dat in een andere manier toonde, namelijk veel simpeler, alle rommel eraf, gewoon puur en sec alleen de data. Deze trein, dat rond dat uur. Wat dat mensen nodig hadden. En die heeft ook een proces aan zijn been gekregen, want ze zeiden van, ja, maar je zet ons data aan het aanpassen. Die heeft dat ook gewonnen. Want die heeft gezegd, eigenlijk heb ik een browser geschreven. Eigenlijk heb ik een venstertje geschreven op jullie data. Ik ben geen eigenaar, ik claim ook geen eigenaar te zijn van die data. Ik zorg gewoon dat die op een andere, meer efficiënte manier, uiteraard, getoond wordt aan de gebruiker. Wel, het pijnlijke aan die alternatieve NMBS-app van die mens was dat die veel beter was dan de officieel, die heel veel gekost had waarschijnlijk. Ja, Je kunt daar nog verder in gaan. Er zijn extensies die bepaalde woorden vervangen door iets anders. Bijvoorbeeld de cloud. Ja. Dat is begonnen met het woord de cloud, omdat dat zo alomtegenwoordig was. In alle webreclame konden de cloud vervangen door, denk ik, MyRabbit of zoiets. En ik heb nu een plugin die het woordje woke vervangt door een beetje empathie. Het maakt het lezen van kranten en opiniestukken zeer, zeer, zeer leuk. Maar er bestaan ook een paar christelijke plugins, effectief, uiteraard in de United States of America. We hebben die ooit, ik denk in Scherende Schepping, wel eens gebruikt. Een paar plugins die woorden die dan niet conservatief genoeg zijn, vervangen. Er was er eentje die gay verving door homosexual. En er was een compleet verslag over Marvin Homosexual. voor mensen die daar, misschien moeten we het dan op maandoverzicht.neurland.be ook zetten, maar voor mensen die daar fan zijn van Ryan Gosling, er bestaat ook een plugin die alle tekeningen die op een bepaalde pagina komen, vervangt door foto's van Ryan Gosling. Och. Oh ja, dank u. Je had ook... Je had ook ooit de plugin Unify het nieuws. Ja. Dat was Jeun. Er was ooit een figuur in de Vlaamse media genaamd Jeun. En alle R'en werden door J's veranderd, hè, bij de Unifier, denk ik. Ja. Ja. Om maar te zeggen dat jij beslist als lezer hoe dat je het bekijkt. Dus als jij zegt, ik wil geen advertenties... Ja, dat is misschien wel uw volste recht. En de rechter heeft hier wel de gebruiker en adblock gelijk gegeven. Want zo zou je mensen die blind zijn en hun scherm laten voorlezen met tekst, zou je dan ook kunnen aanklagen, want die passen de webpagina ook aan. Die lezen ook alleen de maar tekst. Goed, dus, ja. Uiteindelijk, het feit dat die persoon of dat die aanklager een juridisch trucje aan het gebruiken was door die copyright, dat is wel duidelijk. Daar ging het hem helemaal niet om. Langs de andere kant, het inkomstenmodel voor online content en dan zeker voor echt grote werkgevers zoals kranten en tijdschriften, dat is iets dat niet simpel op te lossen valt. Absoluut, ik bedoel, als je geen paywall wilt en je wilt geen reclame, dan moet je jezelf wel echt eens gaan afvragen wie betaalt hier de journalisten. Ik ben er zelf niet zo'n fan van, maar een idee in de juiste richting is misschien, je hebt die browser Brave, die eigenlijk van je tijd dat je op het internet besteedt, genereert die een token dat je aandacht voorstelt en je kunt bepaalde sites automatisch een deel geld geven
afhankelijk van de tijd dat je er nu bevindt. Dus je kijkt bijvoorbeeld 5 minuten naar humo.be, dan krijgt Humo 5000ste van uw geallockeerd bedrag van die maand. Dat is, volgens dat principe gaan de pornosites mega, mega veel geld verdienen. Hè? Dat weet ik niet. Ik ben daar meestal na 5 minuten weg. Nee, maar ik denk persoonlijk, ik heb in de week ook gelezen, het probleem met het internet tegenwoordig is, de rommel is gratis en de kwaliteit zit achter paywalls, waardoor je ook een soort van effect krijgt dat mensen slechter geïnformeerd zijn, dat clickbait en fake news floreert als nooit tevoren. Mm-hmm. Dus ik denk dat er dringend een soort van manier moet komen om... Nu is het vaak bij een krantenwebsite, je moet een abonnement nemen direct van een jaar of een maand. Er moet een manier komen om echt letterlijk met centimen te betalen voor artikels. Ja, dat is er geweest, hè. Pay-per-click eigenlijk, ja. Ja, dat is er in principe, maar dat is precies nooit aangeslagen. Het zo Blendel was een manier dat je zei van hier, ik geef u een beetje geld. En dat je dan eigenlijk artikel per artikel zelfs kon zeggen, oké, hier mocht, dit wil ik echt lezen, hier betaal ik 5 cent voor, dit wil ik ook lezen. Maar je zit nog, dat was dan zoveel overgedoe en ik weet ook niet of dat de staat daarvoor is of dat momenteel nog succesvol en veel gebruikt wordt, maar dat klonk wel heel veelbelovend, want dat zou wel een antwoord kunnen zijn op inderdaad het probleem van ja, ik snap dat ook wel, kranten en nieuwswebsites, ja, die doen dat ook wel omdat ze een boterham moeten kunnen betalen voor hun kinderen, hè. Oké, maar kijk, we kwamen van een kleine veldslag, namelijk een aanvechting op basis van copyright om adblocker software die de advertenties wegfiltert te verbieden. Die was verloren en we zijn geëindigd op een beetje het grote overkoepelende probleem van... Wat wij niet gaan oplossen natuurlijk. Nee, maar inderdaad, maar hoe kan de persoon die de kwalitatieve nieuwsverspreiding maakt ook nog betaald worden zonder dat wij ofwel een paywall... Ja, enfin... Eigenlijk stel ik een dwaze vraag. Het is of een paywall of reclame, of je moet iets totaal anders verzinnen dat er nu nog niet is. Ja. Oké, dan zijn we nu zowaar aanbeland bij... Elon Musk nieuws. Deze maand in Muskland, wat hebben we allemaal gehad? China is boos op Elon Musk. Ja, dus er zijn uiteraard heel veel... Starlink-satellieten gelanceerd. Starlink is het internetsysteem via internetsatellieten van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. Een satellietsysteem waarmee je met een schotelantenne over de hele wereld op gelijk welke plek internet kan krijgen. Behalve als er katten op liggen. Ja, inderdaad. Er was ook een foto van iemand ergens in het noorden van Canada, denk ik, of in het noorden van de US. Er lag sneeuw overal. De katten liggen niet graag op de sneeuw, want dat is super koud. En daar stond een Starlink-satelliet, een Dishy McDishface. En die katten waren daarop gaan liggen omdat het daar warmer was, waardoor die natuurlijk iets minder bereik had. Storing op het internet wegens kat. Ze hebben tienduizenden satellieten nodig om dat internet constant te waarborgen over de hele wereld. Dat zijn er heel veel. Daar zijn al heel veel klachten over gekomen, onder andere van mensen met telescopen die constant strepen zien op hun waarnemingen. Maar nu had China ook een klacht, want er zijn blijkbaar een paar van die Starlink-satellieten die in dezelfde baan zitten als het Chinese ruimtestation. China heeft een eigen ruimtestation, dus doet niet mee met het ISS. En dat Chinese ruimtestation is... de voorbije maanden 2 keer moeten uitwijken voor een Starlink-satelliet. 1 keer in juli en 1 keer in oktober. En dus China heeft officieel geklaagd bij de Verenigde Naties en gezegd van ja, hier moet iets aan gedaan worden. Als er een ongeval gebeurt, is dat een enorm probleem, want SpaceX is een privébedrijf en dat is geen land. Dus hoe en of dat allemaal juridisch uitgeklaard kan worden als er iets gebeurt, dat is allemaal heel moeilijk. En ja, China heeft eigenlijk officieel gezegd, jongens, we hebben de regels nodig, want wij moeten hier uitwijken voor Starlink-satellieten. En Elon Musk is een stoute meneer. Ja, dat is dus wel iets dat aankomt. Enfin, ze hebben geen enkele commentaar geleverd vanuit SpaceX, vanuit Starlink of Musk zelf. Maar het is wel een gevoelig iets, omdat Musk natuurlijk zich ook enorm richt met Tesla dan op de Chinese markt. Dus ze kunnen daar wel een spelletje spelen van je bent de stoute meneer, wij kopen uw auto's niet. Ik denk dat ik eindelijk een afzetmarkt gevonden heb voor die container Musk-skepsis t-shirts die we nog liggen hebben, jongens. Ja. Ik zal vragen aan mijn niet bestaande neef Frederik om dat in Chinees te schrijven. Ja, voilà. Hashtag Musk-skepsis in het Chinees. Dan moeten wij het nog leren uitspreken, zodanig dat zijn oren niet bloeden, maar dat zullen we dan wel zien.
nog een SpaceX-lancering botsinggevaar, of eigenlijk ja, een botsing die nu al berekend is. Er gaat in de maand maart, waarschijnlijk op 4 maart, gaat er een onderdeel van een SpaceX-raket per ongeluk neerstorten op de maan. Het is een SpaceX-lancering die dateert van 2015, toen de booster unit toen die nog niet kon landen. Die werd gewoon meegelanceerd met de rest van de raketten en daarna in een soort baan rond de aarde gelaten. Maar dit keer is het een zeer grote baan. Hè. Dus low Earth orbit, zoals het ISS, dan blijf je eigenlijk maar 300 kilometer boven de aarde. Maar dit keer was het een lancering van een satelliet, een aardobservatiesatelliet. En dat was een lancering naar Lagrange-punt 1. Dus daarnet hebben we Lagrange-punt 2 gehad. Als je een lijn trekt tussen de zon en de aarde, dan heb je op die lijn eigenlijk 3 Lagrange-punten. Eentje aan de andere kant van de zon, als je het van de aarde bekijkt. En dan 2 vlak naast de aarde. Eentje tussen de aarde en de zon. En dan eentje voorbij de aarde, vanuit de zon gezien. Vlak naast is wel relatief, uiteraard. Hè? Wat zeg je? Vlak naast de aarde is wel relatief, uiteraard. Ja, het is meer dan 1 miljoen kilometer. Ja, ja, dat klopt. Kunnen er nog andere dingen in hetzelfde Lagrange-punt als de Space Telescope komen nu? Of is dat bezet? Wel, ja, nee, omdat er kunnen nog andere dingen komen, want mooi, de James Webb-satelliet zit niet exact in het Lagrange-punt, maar zit in een baan rond het Lagrange-punt. Okay. Dus die draait eigenlijk cirkeltjes rond het Lagrange-punt en daar zijn nog andere cirkeltjes of plekken op dezelfde cirkel die beschikbaar zijn. Maar dus, ja, de aardobservatiesatelliet werd gelanceerd naar Lagrange-punt 1. Wat is daar interessant aan? Vanuit Lagrange-punt 1 zie je altijd de belichte kant van de aarde. Dus de aarde is altijd mooi belicht door de zon als je kijkt vanuit Lagrange-punt 1. Dat is ook het interessante. Een heel klein pixelje dan, hè? Ja, namelijk van de satelliet zelf. Maar dat is ook het... en zelfs geen pixelje, Kurt, want vanuit de aarde gezien is de satelliet gigantisch veel kleiner dan de zon. Ja. Dus je vangt nog een immens groot percentage van het zonlicht. Dat is ook waarom, dat, denk ik, James Webb in Lagrange-punt 2 staat. Alhoewel, nee, want James Webb zit niet in de schaduw van de aarde, hè, vanuit Lagrange-punt 2. Ah nee, dus oké, okay, ja. Dus wat, SpaceX heeft in 2015 een satelliet van de Verenigde Staten gelanceerd naar Lagrange-punt 1. Die booster, dus het onderste deel van de raket, is nog steeds in een zeer grote baan rond de aarde aan het ronddraaien. Die is recent vrij dicht bij de maan gepasseerd. En wat gebeurt er dan? De zwaartekracht van de maan past die baan een beetje aan. Dus die baan was veranderd. En een amateurastronoom is daar berekeningen op beginnen doen en heeft gezegd van ja, kijk, die nieuwe baan die gaat in de maand maart crashen op de maan. Dat is gecheckt door andere amateurastronomen en het blijkt te kloppen. Dus het lijkt erop dat in maart er een stuk raket van SpaceX gaat crashen op de maan. Dat heeft vele tegenstrijdige emoties losgemaakt. Sommige mensen zeggen, waar zijn we mee bezig? Dat we zoveel rommel in de ruimte schieten dat het zelfs op de maan terechtkomt. Anderen zeggen, dit is waarschijnlijk eerder al gebeurd. De boosterraketten van vorige missies, sinds de jaren 60 tot nu, daarvan zijn er een paar waarvan ze de baan niet meer terugvinden, dus die mogelijk al gecrashed zijn op de maan. En stel dat ze erin slagen om het exacte moment en punt van impact op de maan te bepalen, dan zou het kunnen dat we dat kunnen observeren met een van de meerdere maanobservatiesatellieten die nu al rond de maan draaien. En dan zou het kunnen dat we voor de eerste keer live footage hebben van het ontstaan van een krater op de maan. Dus het zou kunnen dat die crash van een SpaceX-raket, een per ongeluk, dat die heel boeiende wetenschappelijke data kan genereren om te kijken naar hoe reageert het maanoppervlak op zo'n impact. Zeg maar, de Chinezen zijn al kwaad. Er is dus een heel kleine kans dat die 4 ton SpaceX-rommel landt op de Chinese maanlander. Dat zou een mooi diplomatiek relletje zijn. Chang'e 4. Chang'e, denk ik. Chang'e, sorry. Frederik moet maar een kwaaie mail sturen, maar ik denk dat Chang'e is. Ja. Is er, maar ik vind dat wel straf dat er zijn, ik weet niet veel SpaceX, om het vorige item erbij te pakken, er zijn toch, ik weet niet veel SpaceX Starlink-satellieten.
dat ze al die banen weten en dat eigenlijk het Chinees ruimtestation dan kan perfect voorspellen. Is dat, kun je dat ergens volgen? Is dat gelijk zo dat je de vliegtuigen op aarde allemaal kunt tracken in een app? Is er een app waarbij je al die satellieten en al die hemel en al die satellieten kunt tracken ook? Er is satellitemap.space. Daar kun je alle Starlink-satellieten, daar kun je basically alles dat rond de aarde draait op trekken, blijkbaar. Ja. Dat is een zeer leuke interactieve website. Ah, cool. Je hebt ook een hele goede website, Heavens Above. En Heavens Above trekt ook enorm veel satellieten. Ook als je daar een account op aanmaakt, dan kun je daar je specifieke locatie op aarde op ingeven. En dan kun je ook vragen wanneer zijn er satellieten zichtbaar van waar ik sta. Ah, ja, okay. Dus dan krijg je een heel verslag van alle lichtpuntjes die 's avonds laat en 's morgens vroeg passeren op de plek waar je zit. En dus ik denk op Heavens Above dat je ook wel van heel veel Starlink-satellieten de baan gaat hebben. Nu, blijkbaar, het Chinese ruimtestation hangt op 390 kilometer hoog. Alweer, low Earth orbit is echt niet ver, 390 kilometer hoog. Ik denk dat dat van hier tot Parijs is ongeveer. En net met de site aan het kijken, GPS-satellieten, die hangen veel hoger. Ja, dat zou kunnen. Valt mij op, die hangen op 19.000 kilometer. Hoe hoger dat je hangt, hoe groter het gebied van de aarde dat je kunt bereiken. Ja. Ja. Dat zou wel een groot voordeel zijn. Natuurlijk, voor breedband internet wil je dichtbij hangen, omdat je heel veel bandbreedte wilt kunnen overbrengen. Mm-hmm. Maar dus, ja, het Chinese ruimtestation hangt op 390 kilometer hoog en de Starlink-satellieten die draaien dan blijkbaar op 382 kilometer hoog. Ik zal eens een willekeurige Starlink-satelliet aanklikken en het u vertellen. Voilà, Starlink 1660 op 547 kilometer. Ah, wel, oké. Okay. Maar dus die in de baan zitten van het Chinese ruimtestation zitten 8 kilometer lager. Maar 8 kilometer zit ruim binnen de foutenmarge om onrustwekkend te zijn. Dus het Chinese ruimtestation heeft effectief raketten moeten aansteken om Starlink-satellieten te ontwijken. En daar zijn ze boos over. Die SpaceX-raket die op de maan landt, het is echt wel een zeer belangrijke discussie aan het worden. Wat doen we met alle ruimterommel die rond de aarde draait? En we hebben het er de vorige keer ook over gehad met de Russen die een satelliet aan frieten geschoten hadden en al de rommel die daardoor plotseling beginnen ronddraaien was. Het wordt overbevolkt. En als we het niet gaan reguleren, dan is het een accident waiting to happen. Oké, maar kijk, misschien op 4 maart zal er een stuk raketbooster van SpaceX crashen op de maan. Verder in Muskland is op bezoek geweest bij Lex Fridman. Lex Fridman is een Russisch-Amerikaanse AI-onderzoeker die ook een heel populaire podcast heeft en ook een geweldig boeiende podcast. Musk was daar op bezoek. Het was de derde keer dat hij bij hem in de podcast zat. Ik heb er naar geluisterd. Het is boeiend. Het is heel boeiend. Hij praat over de engineering van SpaceX en van Tesla Full Self-Driving. En hij doet uiteraard een paar Muskiaanse uitspraken. Fridman vraagt, wanneer staat de eerste mens op Mars? En Musk zegt na lang nadenken, hopelijk binnen 5 jaar, ten laatste binnen 10 jaar. Het zal wel knap zijn als we binnen 5 jaar terug op de maan staan, denk ik. Ja, voilà. Maar goed, de eerste missie rond de maan, met de Starship, die staat eigenlijk gepland voor 2023. Dus zonder te landen rond de maan vliegen. Maar goed, dat zullen we dan nog zien. De eerste landing op de maan, ik denk 2026 of zo, dat die dan in optimistische omstandigheden gepland staat. Maar dus, dat was zijn uitspraak over Mars. Over Tesla Full Self-Driving, wat dus eigenlijk wil zeggen, ik stap in de auto en ik moet niks meer doen, zei hij, hopelijk volgend jaar. Oké. Mag jij het nog zo noemen van de rechter? Want ik dacht dat er in verschillende staten een probleem was dat je het niet full self-driving mag noemen als het dat niet is. Wel, dat is het. Hè. Inderdaad, de autopilot op dit moment, hebben we al gezegd, is een zeer geavanceerde lane assist en afstandhouder. En ja, hij kan ook afslaan en van rijstrook wisselen. Maar full self-driving, ja. Het laatste stuk van full self-driving is meerdere keren moeilijker dan het grote stuk daarnaartoe natuurlijk. Ja. Noem het dan mijn natte droom. Jij wilt niet meer rijden, Els? Echt, jongen, ik heb het gat. Ik reageer niet snel genoeg. Ik ben niet groot genoeg voor over dat stuur te kijken. Ik heb het gat met rijden. Rijd gewoon voor mij. Ah, voilà. Kijk, ik stuur je een t-shirt op van Team Musk. Ik dacht gewoon, rijd gewoon voor mij. Ook een goeie.
En het ging ook even over Tesla-bot, die vorig jaar aangekondigd heeft. Ja, goed, met een 3D-animatie. En ja, wanneer gaat dat klaar zijn? Gisteren? Ja, we hebben allemaal onze eigen mening over de 3D-animatie die af is voor het prototype bestaat. Maar hij vertelde weer hetzelfde verhaal. Hij zegt van, kijk, via Tesla zijn we eigenlijk al een robotica-bedrijf die een soort die software moet aanleren om rond te kijken in de wereld en zich daar dan in te bewegen. En hij zei, Tesla-bot, ook volgend jaar. Dus ik zet het even op een rijke. We gaan naar Mars, ofwel over 5 jaar, ofwel over 10 jaar. Tesla Full Self-Driving komt er volgend jaar. Tesla Bot komt er ook volgend jaar. Het lijkt er een beetje op dat dat allemaal in Musk-time is. En ik ben heel benieuwd als we volgend jaar kijken wat er gebeurd is. Hoeveel daarvan dat we kunnen bevestigen. Als we binnen de 10 jaar op Mars landen, dan eet ik mijn Musk-skepsis t-shirt op. Oké, maar dit gaan we, dit gaan we noteren. Jeroen, ja, ja. We gaan dat even specifieker maken. Dus we hebben het over een mens op Mars. Een mens stapt op Mars en het zal waarschijnlijk niet door iemand anders als SpaceX of Musk gebeuren, maar dus SpaceX brengt een mens naar Mars. Ja. Voor 2032. Ja. 27 januari 2032. Dan wissel ik van team. Jeroen wisselt van team. Nee, Gert. Nee. Maak ook de aftelwebsite. Eet je ook uw t-shirt op, Jeroen? Ik weet niet hoe veilig dat is. Als dat safe kan, ja, geen probleem. Als het veilig kan, dus we laten een textielverantwoordelijke check. Anders maken we voor u een eetbare t-shirt van Musk Skepsis. Kom, dat is wel heel sissy-wire. Nee. We zien dan iets anders dat ik moet doen. Iets anders. Okay. Nee. Ik wil checken of dat die verf niet giftig is. Maar zolang, als dat je daar alleen maar wat van opwerpt of zo, eet dan gewoon een t-shirt op. Wat is dat nu? Ja, maar organisch Jeroen t-shirt van Jeroen wordt opgegeten. Jeroen eet zijn t-shirt op.be is nu niet meer beschikbaar. Al sponsorgeld, Kurt. Weet je wat dat kost? En wil je daar een speciale saus bij? Of ga je de problemen oplossen als ze zich stellen? Ik denk dat de saus dan vooral tranen gaan zijn. Jeroen wisselt van team en eet zijn t-shirt op. Kijk, het is bij deze genoteerd. Dat is eigenlijk een beetje alles van Musk-nieuws dat we te vermelden hebben op dit moment. Dus kunnen we over naar nog enkele nieuwtjes die we nog staan hebben, zoals bijvoorbeeld Peter. Ja, dit is iets waar jij waarschijnlijk onwaarschijnlijk enthousiast over wordt. Ja. Wetenschappers zijn erin geslaagd om namaakinsectenlarven te maken uit klei, om daarmee te zien hoeveel insectenroofdieren er rondlopen in de buurt. In de gazon, ja. Weet je, ze zeggen, kijk, uw gazon is een mini-jungle. Dat zeggen we ook als we op safari gaan. Serengeti, ja. Dat is eigenlijk Serengeti in het klein. Als je wilt gaan kijken, waar zijn de leeuwen overal geweest op de Serengeti? Je gaat zien, waar hebben ze hier ergens een buffel opgegeten en dan ligt dat karkas daar. Mm-hmm. Of je gaat zoeken naar keutels. Het probleem met bijvoorbeeld insectenpredatoren, dus roofkevers bijvoorbeeld, die in uw gazon zitten, die laten geen sporen achter. Die vreten gewoon alles op. En ik heb nog nooit keverkeutels kunnen oprapen uit een gazon. Die zijn veel te klein, dat zie ik niet. Dus wat zeiden die mannen? Dat zijn twee onderzoekers van het departement entomologie. Dus daar komen altijd de zotste dingen van entomologen. Van de Universiteit van Georgia. En die hebben dat gepubliceerd in het Journal of Insect Science. Die dachten van, ja, maar wacht, als we nu eens prooien namaken en we gaan kijken of die worden gebeten, dan kunnen we aan die bijtsporen die achterlaten zien welke beesten dat daar rondlopen en welke die hebben proberen op te eten. Dus bijtsporen in plasticine prooien? Ja, in plasticine, ja. Eigenlijk is het dat. Ja. En ze hadden twee types gemaakt. Ze hadden rupsachtige, dus wormachtige dingen gemaakt. En dan ook zo ovale, die eigenlijk een beetje lijken op een volwassen kever. En dan van die rupsachtige kleine modellen, grote modellen. Wat blijkt? De rupsen waren veel populairder dan de kevers. Wat erop wijst dat de meeste van die roofdieren dus voor zachte prooien gaan. Lijkt mij evident, want als je iets wilt opeten, dan wil je toch iets hebben wat veel gemakkelijker te kouwen is. Als je begint door van de hartpanzer te kouwen, dat is niet zo plezant. Maar roofdieren, we spreken dan niet over vogels of egels. Nee, maar je spreekt over insecten. Hè? Dus duizend poten. Het zijn geen insecten, maar het zijn ongewervelden. Ik denk dat het vooral loopkevers zijn,
Ik hoorde daar juist roofkevers. Ja, ja, loopkevers zijn roofkevers. Ik vind dat... Ja. Ik heb een nieuw naam voor een agressieve quizploeg. De roofkevers. De roofkevers. Oh, heerlijk. Ja. En Peter de Rover van de N-VA moet daarin zitten. Hoe is dat niet goed quizzen? En die moet dan ook rondrijden in een Volkswagen Beetle, vind ik. Absoluut. Ja, voilà. Maar enfin, anyway... loopkevers / roofkevers als. En mieren ook. Hè. Mieren zijn ook predatoren. Hè. Die lopen daar ook rond in je gas. Hè. En er zijn nog wel een aantal andere. Maar zij hebben gekeken van blijkbaar wordt... En ze hebben dan die dingen ook nog in verschillende kleuren gemaakt. Dus blauwe, rode, groene, gele en witte. Wat een hobbyclub, die entomologen. Ja, echt, die zijn echt, dat gaan knutselen. Ik ga dat doen, hè. Ik ga dat doen van de zomer. Dat vind ik een geweldig experiment. Je gaat het onderzoek nadoen. Ik ga dat nadoen. Ik ga dat thuis in mijn hoofd doen. Wat zou het gaan doen? Ik ben hele kleine fake larven aan het maken. Ja, van Play-Doh. Van plasticine. Hey. En dus zij kunnen aan de bijtsporen die erop zijn kijken. A, welk soort dier heeft daarin gebeten? En B, hoeveel keer worden die dingen gebeten? Is dat bijvoorbeeld meer 's nachts dan overdag? Is er een verschil in kleur wat een voorkeur heeft? En het blijkt dus dat... De groene en de blauwe werden overdag meer gebeten dan wit, geel en rood. En, maar dat was heel zelden. Het werd vooral 's nachts gedaan. Die werden vooral 's nachts aangevallen. En dus de rupsachtige of de wormachtige prooien werden veel meer aangevallen dan de, laten we zeggen, de decoy volwassen beesten. Eigenlijk was dat een beetje twister voor ongewervelden. Linkerkaak op rood. Ja. Ja, ja, maar het zijn alleen kaken dan. Hè. Ze kunnen zeggen zo, zet uw middelste rechterpoot op wit. En zo, oh ja, die hebben 6 poten om twister mee te spelen. Oh, fuck, okay. Dat is echt zo 4D-twister. En dan kun je nog voelsprieten, ook nog met lang voelsprieten, kun je dat ook nog eens doen. Dus pas op, hè. Ik zou niet twister willen spelen met insecten. Dat gaat niet. Een bedenking die ik mij had, Peter, was... Ja, sluipwespen gaan ze daar niet mee detecteren, want die gaan af op geur. Ja. En die plasticine heeft geen geur. Maar het gaat dus waarschijnlijk over roofinsecten die niet zozeer soortenspecifiek moeten zijn. Een sluipwesp wil op een hele specifieke soort parasiteren. Ja, dus of moet een hele specifieke groep, hè, dat klopt. Ja, ja. Dus die heeft daarvoor geuridentificatie nodig. Ja, ja, klopt. En de andere roofkevers. Roofkevers zijn echte predatoren. Hè. Sluipwespen zijn parasieten. Dat is nog iets lichtelijk anders. Ja. Maar die roofkevers, dat is een beetje gelijk leeuwen, hè. Je hebt niet leeuwen die zich specialiseren in zebras of alleen maar buffels eten. Dat is, dat komt voorbij, dat pakken we, dat eten we op. Okay. Dus dat zijn generalisten. En dat zijn die loopkevers ook. Maar die maken toch wel een onderscheid. Die eten toch liever wel zachte prooien dan harde prooien, blijkbaar. Ja. Maar ik kijk geweldig uit naar uw onderzoek van deze zomer. Ik hoop dat ik hoop dat er veel plasticine aangevallen wordt in uw tuin en dat we daar hier een verslagje van kunnen krijgen. Oké, met fotomateriaal dan. Hè? Ja, uiteraard. Dat is ook wat die teleurgestelde beesten zeggen als ze daarin bijten. Play-doh. Oh. We blijven nog eventjes bij de kleine beestjes. Namelijk, we hebben het al gehad over de kwantumverstrengelde tardigrades. Vorige maand. Dus de tardigrades, de mosbeertjes, hele kleine diertjes die in het mos leven, die ze geprobeerd hadden om via een qubit, dus een onderdeel van een kwantumcomputer, in kwantumverstrengeling te krijgen. Wij hebben daar een beetje sceptisch over gedaan. Vele topfysici hebben daar sceptisch over gedaan. Het gevolg was dat het team dat het gedaan had eigenlijk een beetje kwaad werd en zei, dat is niet waar, ze waren wel kwantumverstrengeld. En de voorbije maand heeft er zich een uitermate theoretisch natuurkundige wel eens niet eens afgespeeld tussen team kwantumverstrengeld en team niet kwantumverstrengeld. En ja, het is te complex om er hierop in te gaan. Het gaat hem over frequentieveranderingen in de verstrengelde qubits. Dus ik stel voor dat we gewoon de link in de show notes zetten, maandoverzicht.nerdland.be. En iedereen die dat wil, die kan daar eens kijken naar hoe theoretische fysici bekvechten met elkaar over kwantumverstrengelde tardigrades. Alright, wat is er ook gebeurd de voorbije maand? De CES-beurs heeft plaatsgevonden. Ja, vroeger moesten we altijd zeggen, heeft plaatsgevonden.
Nu mogen we ook zeggen, is doorgegaan, want we leven in coronatijden. Dus het feit dat het is doorgegaan, is eigenlijk op zich al iets frappant. Al waren er veel bedrijven niet aanwezig, virtueel aanwezig geweest. Ja. Voilà. Ja. Maar dus, Jeroen, CES-beurs, een jaarlijkse beurs in de Verenigde Staten. Is Las Vegas? Ik weet het niet precies. Ja, Las Vegas. Consumer elektronica wordt daar tentoongesteld. De nieuwste snufjes. De nieuwste snufjes, maar ook de snufjes die daar nog in ontwikkeling zijn en waar dat ze van willen testen, gaat iemand dat kopen. En ik heb de zotste dingen op een rij gezet. Ik zal beginnen met de nuttige dingen. De Samsung Echo Remote, geen sponsor. De nuttige dingen is de kortste lijst waarschijnlijk. De kortste lijst, ja. De Samsung Echo Remote is eigenlijk een afstandsbediening die gedeeltelijk zichzelf oplaadt met zonne-energie, maar ook energie kan halen uit radiogolven die standaard aanwezig zijn in je huis, zoals je wifi of andere elektronische apparaten die radiogolven uitzenden. Die kleine hoeveelheid energie dat die golven met zich meedragen, kan genoeg zijn om je afstandsbediening een beetje op te laden. Dus nooit meer zoeken naar batterijen voor je afstandsbediening. Mag ik even de allerbelangrijkste ecologische vraag over dit soort dingen stellen? Zeg het eens. Hoeveel energie kost het produceren van deze energiebesparende maatregelen? Niet vermeld tijdens de Consumer Electronics Show. Waarschijnlijk een honderdvoud van de energie die ze uitsparen. Maar goed, ga gerust door. Ja. Die hebben jullie misschien wel zien passeren. BMW stond daar met een auto die volledig bedekt was met e-ink-schermen. Dus het systeem van de e-reader, maar dan in kleur. En die auto die kon je dus volledig van kleur laten veranderen of een motiefje geven on the fly. Dat was natuurlijk nog maar een test, want ik wil niet weten hoeveel dat gekost heeft. Een hele auto vol met hoge intensiteit. En vooral als je daar een bluts in hebt, hoe gaat het dan gefixt worden? dan kunnen misschien de pixels rond je bluts er doen uitzien of dat die bluts daarin past. Ja, maar dat is het coole. Je kunt je bluts wegpainten in Photoshop. Live. Maar even, want e-ink is nog iets anders dan een beeldscherm. Hè. Het is niet dat daar allemaal pixels en LED-technologie op zitten. Het is echt een soort chemische inkt die je met bepaalde signalen van kleur kunt laten veranderen. Ja, inderdaad. Dat staat niet in de winkel volgend jaar of volgend decennium. Maar waar het op neerkomt is, je kunt een nieuwe desktop-afbeelding of een nieuwe skin downloaden en die kan zelfs bewegen voor je volledige auto. Je zou kunnen bijvoorbeeld denken dat voor reclamevoertuigen in de toekomst misschien een deel van de carrosserie in e-ink te doen. Het is maar een idee. Het kan ook voor kunst en artistieke beleving. Absoluut, het moet niet voor reclame zijn, hè, Jeroen? Ik ga op de Consumer Electronics Beurs niet over de niet-economische zaken beginnen. Hè, maar goed. Okay, so ja. Dan de snelste tandenborstel ter wereld. Stel u, als je ooit bij de orthodontist zo in een soort van plaaster hebt moeten bijten om een afdruk van je tanden te nemen, ja. Wat dat er dan overblijft, zo'n dus soort van mal. Die dat je volledig in je mond kunt plaatsen, stel u dat voor. Maar langs de rand zitten meer dan 35.000 borsteltjes. Je steekt die in je mond, je bijt daarop neer, je drukt op de knop en binnen 5 seconden zijn al je tanden gepoetst. Want al die 35.000 borstels doen... en klaar. Maar, prachtig. Dat is al zoiets. Ja, dat is al een paar jaar in ontwikkeling en ik heb daar al een paar eerdere types van gezien, maar ik neem aan dat die zich nog heel specifiek naar uw gebit richt. Dus dat echt gepersonaliseerd is. Ja, oké. Okay. Volgend jaar in de winkels liggen. Dus ik ga bekennen, ik ben niet zo'n goede poetser, dus als dat me helpt om te poetsen, dan... Dat wil ik nog even zeggen, Jeroen, de snelste poetsbeurt is niet poetsen, hè. Dat is waar. Voilà, dat is mijn bond zonder naamspreuk voor vandaag. De snelste poetsbeurt is niet poetsen. En ik denk, alle tijd die je uitspaart door niet te poetsen, kan onmogelijk langer zijn dan de tandarts die 5 gaatjes moet vullen. Denk ik bij mezelf. Dat is waar. Het is een van de meer nutteloze levenswijsheden die ik te delen heb. Maar bij deze heb ik het toch gedaan. Een hele hoop toekomstige sponsors aan het kwijtraken. Ja, en ook, ik denk altijd, 9 op de 10 tandartsen vinden dat. Oké, ik ga bij die laatste. Die 10 op de 10. Ja, voilà. Ja. Dan de volgende nuttige uitvinding is het anti-snurkkussen. Ik weet niet of er hier snurkers tussen jullie zitten. Ja. Ik hoor altijd dat ik een absoluut snurkmachine ben. Dus, Laat ons zeggen dat de snurker des huizes er vandaag niet bij is. Ik heb mijzelf nooit horen snurken, dus ik neem aan van niet. Nee, nou, ik,
Ja, ik hoor mijn eigen ook nooit snurken. Hoor. Dan moeten jullie de Motion Pillow kopen. Het is een kussen met daarin 6 luchtzakjes en een hele hoop microfoons en slimme technologie dat detecteert wanneer je aan het snurken bent, je hoofdpositie probeert te vinden en je dan gently door een luchtkussentje op te blazen naar een andere kant draait, waardoor je ophoudt met snurken. Dat vervangt die porren in mijn rug van mijn vrouw. Inderdaad, ja. Of zo die tennisballen in uw pyjama. Ja, dat nooit geprobeerd. Ja. En dan komen we bij het meest nutteloze ding dat ik daar gezien heb. Kent je zo het gevoel van een kat of een hond die aan uw vinger likt of zo'n beetje op uw vinger knabbelt? Ja. Wel, er is nu een robot die dat kan doen. Maar ik vind dat ook niet leuk van mijn kat en ik vind mijn kat wel leuk. De naam van de robot is de Amigami Ham Ham. Ik veronderstel God, dat iets Aziatisch is en dat Ham 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 over de act van het ham hammen gaat. Dus je kan hem in kat- of hondenvorm krijgen. Er zijn 24 verschillende soorten beten die je kan uitvoeren. Dus waarschijnlijk zo de manier waarop hij op je hand bijt. En dit is waar ik toch eventjes mijn palm met mijn hoofd moet verbinden. Het apparaat wordt gedreven niet door algoritmes, maar door hamgoritmes. Oh god. Ah. Ja, dus de Amigami Ham-Ham. Maar Natta, als ik het goed opgevangen heb, ben jij wel een beetje fan van deze robot? Nee. Alleen dat is toch vies, niet? Ja, oké, maar het probleem is dat inderdaad de kat... Als de kat echt affectie voor u voelt, zoals Jackson Galaxy ook zegt, maar als de kat echt affectie voor u voelt, dan zal die inderdaad een paar lieftallige likjes aan uw hoofd geven. Maar de kat heeft net daarvoor haar hol afgelikt. En dat heeft de robot niet gedaan, natuurlijk. Ja. Er is wel een verschil tussen geeft die robot een paar likjes of ik dacht dat het eerder was sabbelt op je vinger. Het sabbelt op je vinger. Ja, het is een soort van vlezig gat waar dat je vinger. Ik ga toch niet mijn vinger in een... Nee. Ja, oké. En ik vrees dat veel eenzame mannen deze robot inderdaad. Voor andere doeleinden gaan gebruiken. Er gaat veel terugkeren naar customer support, inderdaad. Ja. Dat was al. Ja, ja. Dat om af te sluiten. Ja. Moet u denken aan die scène met Big Bang Theory, waar Wolowitz met zijn robothand... Dat is juist. It happened again. Ja. Did you try turning it off and back on again? Ja, prachtige scène met de Big Bang Theory. Om af te sluiten, iets dat zo stoem is en helemaal niet praktisch, maar gewoon omdat het kan. De Circle Phone. Het is een telefoon. Het is een cirkel. En alle apps tegenwoordig op je telefoon zijn erop gemaakt dat je rechthoekig bent. Dus die telefoon tijdens de demonstratie was ook voor de helft van het scherm nutteloos. Maar het kan. De cirkelfoon. Dus je hebt echt een soort disc vast, een soort cirkelvormige disc. Ja. En dat is een telefoon? Ja, stel je gewoon een telefoon voor, zoals je er nu in je handen hebt. Het is een cirkel. En hebben ze de waarom-vraag gesteld? Of was die te obvious? Nee. Ja, okay. Ja, dus waarom? Omdat het kan. Ja. Om op te vallen, de fabrikant zegt echt van kijk, zo'n rechthoekige telefoon, dat is zo, wij willen innoveren, wij willen out of the box denken. Dus maar hier, het lijkt me wel iets dat kan werken eigenlijk, zo niet. Ik kan me inbeelden dat ik dat zo binnen een paar jaar of op Instagram zie en dat iedereen dat moet hebben. Oké, Natta, ga je een t-shirt opeten als je over een paar jaar een cirkel hebt? Ik leer van Jeroen zijn fouten. Dus. Ja. Hij heeft 2 headphone jacks, dus je kunt er 2 koptelefoons op aansluiten, wat dat weer in zijn voordeel spreekt. Dus ja, kijk. En via Bluetooth kunt er zo 2 op aansluiten. Waarschijnlijk. Maar dat is eigenlijk gewoon een Discman dan. Maar dan met... Het is een circlephone, Natta. Dat is een getrademarkte naam. Ik moet nu wel zeggen, als er iemand een smartphone uitbrengt in de vorm van een Walkman... Maar dan ook met alle knoppen van de Walkman. Nee. Dus dat elke knop ook kajunk zegt als je hem indrukt, dan ben ik misschien wel verkocht. Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Het is een makerprojectje. Alright, de CES-beurs. We hebben nog een lijstje. Want er is zowaar een jaar afgesloten. Het jaar 2021. En vorig jaar hebben we een traditie gestart. Een nieuwe rubriek met Els Aerts. En dus gaan we nu over naar de prachtige rubriek Wat hebben we dit jaar weer in ons poepenol gestoken met Els Aerts? Yay! Ik heb mijn best gedaan. Ik hoop dat ik de lijst haal. Els, om te beginnen, wat zijn uw bronnen? Ik heb mijn nieuwe beste vriend, Barry Pachetsky, die zoekt elk jaar door de database van de Emergency Room Visits in Amerika.
Ah, oké. En dus daar vindt hij alles wat in de emergency rooms uit, ja, wordt, maar dat is dus uit het verbatim, hol van mensen. Ja. Verbatim, dus letterlijk zoals het daar gezegd wordt. En het is niet alleen het piepnolk, het zijn alle gaten van uw lichaam. Ah ja, alle vreemde objecten die mensen in lichaamsopeningen gestopt hebben in 2021. Ja, en het wordt opgelijst van laten we zeggen, noordelijk naar zuidelijk, dus van boven naar onder. Op het lichaam, ja. Al de gaten, ja. En we zijn mogelijk het meest geïnteresseerd, zoals bij de vakantie, in de zuidelijke kant van de zaak. Ja, ja, ja. Oren, monden, neuzen en zo slagen we helemaal niet over. Interessant. Laat maar komen. Ik zal terwijl van mijn drankje drinken. Dus eigenlijk het poepnolleke, daar gaan we mee eindigen. Dat is, laten we zeggen, dat is de grand finale. Titel van je... Oh god. Kom op, dat is de grand finale. Nee, goed. Ja. Go. Alsjeblieft. Waarom is Jeroen nog single.be? Maar niet ongelukkig.be. Oh god. We gaan beginnen bij de penis. En ik ga eerlijk zeggen, ik ken daar niks van. Ik heb dat eigenlijk in volwassen vorm nog nooit echt van dichtbij gezien. Laat maar ons zeggen, je hebt daar in je leven weinig mee te maken met dat ding. Ja, ik wel. Maar ik versta niet goed hoe dat je daar dingen kunt insteken. Is daar veel plek in? Want mensen steken daar dus blijkbaar plastieke vorken in en sporken en knikkers en zo. En ik weet niet hoe. Nee. Allee, ik heb wel een basis understanding van hoe de anatomie in elkaar zit, maar waar stikt dat? Waar een wil is een plasbuis, Els. Waar een wil is een weg, hè. Ja, voilà. Ja. Enfin, het coolste daar vond ik wel iemand... dat vond ik nu wel een goed idee. Allee, niet voor die mens waarschijnlijk, maar zo wel cool. Een dartspijltje. Oeh, amai. Oh, nice. Nee. Maar dat is de nieuwe hype, hè. Ik kan mij voorstellen dat er nog wel cool uitziet. Ja, en daarna riep hij 180. Ja. Enfin, dan gaan we naar de volgende opening. Wacht, ik ga even een aanvulling geven de plasbuis van de Pimeldoris. Er is namelijk net een nieuwsbericht binnengekomen. En ja, ik ga breaking? Het, ja. Heet van de naald. Over de naald gesproken. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ik ga het met enige creativiteit onder wetenschapsnieuws poneren. Er was een man, ik denk dat het een Amerikaanse man was, ik zou het eens terug moeten opzoeken, die erectieproblemen had. En dus die dacht samen met zijn vrouw, misschien moet ik eens een hard voorwerp eigenlijk inbrengen in de plasbuis eigenlijk, zodanig dat ter ondersteuning van mijn slappe Pimeldoris dit hard voorwerp de boel recht houdt. En die heeft gekozen voor, die zocht in zijn huis naar een dun buisje. En nu heb je misschien al gezien dat zo het buisje dat je op een spuitbus voor WD-40 of voor purschuim kunt plaatsen, dat redelijk dun is. En dus die heeft met enige creativiteit, samen met zijn vrouw, die uiteraard de consument wou zijn van de verkregen ervaring, die heeft samen met zijn vrouw zeer minutieus geprobeerd om het dunne buisje van een purschuim spuitbus in te brengen. Dat is heel dun. Nee, jawel. Om dat in te brengen in de plasbuis. En om daar genoeg druk op te kunnen zetten bij het naar binnen brengen, was het buisje nog aangesloten op... Maar op een bepaald moment heeft vrouwlief per ongeluk op de knop van de purschuim spuitbus geduwd. Er is purschuim terechtgekomen in de piemel. En dat groeit dan nog. Oh nee. En ook in de blaas. Oh, oh man. Wel geïsoleerd. Goed geïsoleerd. Ja, niet een tien, gelijk dat we zeggen. Alleen. Op het moment dat je dat bericht leest en je denkt van... Veel dommer kunnen mensen niet zijn. De laatste zin van het bericht was... The man waited 6 weeks to contact a hospital. Nee, alleen. Maar hoe, die heeft toch geen pipi kunnen doen? Ja, maar ja, daar zegt hij zoiets. Ja. De eerste paar weken misschien. Dat werd allemaal opgevangen. Dat ging allemaal dat schuim in. Het was goed geïsoleerd, ja. Voilà, ja. Shit, man.
Ja. Maar dan zit het toch, je zit dan te kijken naar dat spel en dat zwelt. En je denkt, ah, stop. Zes weken, dat kan niet, want dan moet hij zijn blaas springen. Hè? Dus daar moet toch iets doorgeraken. Er moet een doorgang geweest zijn, inderdaad. Ja, dan is dat schuin poreus en gaat dat er... Ja. Of ze hebben gelijk in ons lijstje gedaan en ze hebben er een chopstick achter gestoken. Make his penis longer and was unable to remove it. Oké. Okay. Die is een chopstick kwijtgeraakt in zijn... Nee. Dus een man die heeft geprobeerd om een chopstick in zijn plasbuis in te brengen om zijn penis langer te maken. Waarom? En die geraakte er toen niet meer uit. Waarom? Maar ik denk vooral, hoe hard moet je daarop duwen eer dat het daar niet meer terug uit geraakt? Oh, damn. Oh. Ja. Ik ga het niet uitproberen. Maar waarom? Ik denk toch dat we naar het volgende gaatje moeten gaan. Zo, want het wordt allemaal... Ja, dan is er natuurlijk het volgende gat. Dat is dan iets wat alles kan ontvangen, waar je eigenlijk werkelijk alles kunt in kwijtraken. Dat is de vagina. De vagijn. Wat ik daar heel, heel opmerkelijk vond, een wegwerp razor, een scheermesje. Een scheermesje? Waarom? Maar dan denk ik vooral, oké, je waart aan het scheren en er is iets misgelopen. Want dat komt wel telkens terug. Dat mensen zeggen dat ze gek gevallen zijn. Of dat dus is zo... alles valt uw lichaam in. Ik durf ook wel soms dingen bewaren waar dat ik ze nodig heb. Als je klaar bent van, voilà, ik ga dat hier in het kastje steken, de volgende keer dat ik hier moet zijn, heb ik het hier liggen. Ja, voilà. Ja, oké. Okay. Ja. Wat ik ook een ding vind waar ik beelden bij heb, is een halter. Dus maar zo van een barbell. Dus echt zo waar dat je langs twee kanten gewicht aan hangt om zo... Om maar zo'n kleintje toch, Els? Want je doet dat gebaar met twee handen, maar ik gok dat het zo'n kleinke was. Ja, Nathalie, zelf zo'n kleintje. Okay. Daar moeten gewichten aan kunnen. Dat is niet dat... Ja. Allee, ja. Dan denk ik dat je heel erg graag workout doet. Ik heb hier trouwens net de studie teruggevonden van het purschuim. Het is ons gemaild door Rick Doklo. Die heeft ons dat toegestuurd. En het gaat over een 45-jarige Amerikaanse man. Het is gepubliceerd onder de titel Urinary Tract Foreign Body, A Case of Panurethral and Intravesical Spray Foam Insulation. We zetten uiteraard... de link in de show notes voor peer review. Op eigen risico. Enfin, er is van alles in vagina's terechtgekomen. Het leukste wat ik er nog tussen vond was Spider-Man. Een poppetje. Ja. Ik neem aan van wel. Into the Spider-Verse. Ja, voilà. En dan natuurlijk het poepnolleke. Dat is een beetje oprekbaarder. Daar past duidelijk alles in. Het viel mij op dat er heel veel mensen toekwamen op spoed die... Ja, natuurlijk, ik ben op de shampoobus gevallen. Dat is nog altijd een klassieker. Ja. Maar ook, we waren onnozel aan toen met vrienden. En toen ging het mopje te ver. En toen hebben we een blikje in mijn aars gestoken. As you do. En dat bedoelen zo 33 centiliter? Waarschijnlijk. Direct er vol voor gaat. Maar ook, ik weet niet wat voor vrienden dat Gellen hebt. En ik heb echt al veel mopjes gedaan met vrienden. En dat is gelijk nooit zo. Dat is nooit opgekomen. Dat is de reden waarom we nooit op weekend gaan met Nerdland. Ik vertrouwen dat niet. Maar ook zo iemand die zegt van... we doen de hele tijd... Mijn beste maat en ik doen de hele tijd practical jokes op elkaar. En ik was aan het slapen en hij heeft een dildo in mijn rectum gestoken en ik raak er niet meer uit. Okay. As you do. De excuses zijn ook prachtig. Hè? Ja. En dan gewoon zo nerdingen, hè, puzzelstukjes. Nerdingen. Maar ik denk dan, dan moet je toch heel graag puzzelen als je dat in je poep stikt, hè? Of je wilt in de puzzel in. Ja, of je wilt een puzzelaar geweldig hard pesten. Ja. Een stukje vindt hij nooit meer. Ja, als je echt niet van puzzelen houdt, inderdaad. Een lief wil er altijd puzzelen en jij vindt er niks anders op als een paar stukjes in een gat. Het valt ook wel op als je zo'n puzzel aan het maken bent van een groen grasveld, dat er zo één stukje is van, maar waar is dat hier bruin? Ik kan het niet. Is dat een stuk van dat paard? Is dat een stuk van dat paard? Nee, het is een randje, ik snap het niet. Er zit een mol in het veld. Maar er was er ook nog eentje bij en dat was echt een voor de makers. Kurt, dat is er een voor u. Een Arduino. Nee, iemand had een handdoek gepakt, blijkbaar. Daar een sok over getrokken. En daar een handschoen over die sok. Oké. Okay. Dat is gewoon een zelfgemaakte... dan zit iets aan het proberen te...
En waarom is dat iets voor mij? Three-factor authentication. Ja. Ik vind dat een maker-projectje. Zo. Ja, dat is waar. Ja. Oké. <Okay. laughs> Ik zeg niet dat je dat moet proberen. Hè. Nee, ja. Oké, okay, en waren dat de belangrijkste van het voorbije jaar? Ja, ik denk het wel. Er zat nog een loterijticketje in iemand zijn poep ook, maar ik denk niet dat hij gewonnen had, dus dat is dan niet zo belangrijk. Die echt zegt, als het zo zit, dan stop ik het in mijn hol. Ik denk dat dit het ideale moment is om eens terug te grijpen naar onze ongoing suppositoire-story. Dus we hebben het hier al een tijdje gehad over, moet de suppo nu met de bottenkant eerst of met de spitsenkant eerst? Blijkbaar is er een interview met Arno, de zanger, die dus zingt over in het nummer Dans les yeux de ma mère over Elle est la reine du suppositoire, waarin hij ook zegt dat het met de bottenkant eerst moet. We hebben redelijk wat apothekers die gezegd hebben, het moet met de bottenkant eerst. En als we vroegen waarom, zeiden ze, we hebben dat zo geleerd in de opleiding. Dus, moeilijk. Nu, wat kregen wij met de post toegestuurd? Een pakketje van apotheek Cobra in Mol. En zij hebben voor ons suppositoires gemaakt met twee spitse kanten. Zodanig dat we onze theorie van vorige maand kunnen testen. Hè? Van als je hebt een spitse kant nodig, blijkbaar, om de kringspier zijn werk te laten doen om het omhoog te duwen. Maar je hebt ook liefst een spitse kant om het in te brengen. Dus twee spitse kanten zou daarbij kunnen helpen. Apotheek Cobra uit Mol heeft ons suppositoires bezorgd met twee spitse kanten, maar ze hebben er nog eentje bij gedaan. Namelijk, wij hebben nu ook, en ik zal de foto's posten, zij hebben ons ook suppositoires toegestuurd in de vorm van het Starship van SpaceX. Ja, inclusief die vinnen eraan. Zo. Daar kijk ik niet naar uit. Ja. Dat heeft zo van die vinnetjes, links en rechts. En dat bleek moeilijk om te maken, omdat het is 3D geprint en die vinnetjes die braken er altijd af. Maar het lijkt mij ook... Het ziet er een beetje beangstigend uit om in te brengen, omdat er zo scherpe voorwerpen links en rechts staan. Die suppositoires die staan nu, as we speak, hier voor mij... op mijn bureau. En je gaat ze live inbrengen? Els, ik ging net... Je gaat ze niet vallen, per ongeluk, op zijn bureau. Ik viel per ongeluk op. Ze zijn gemaakt met suppositoire vullingmiddel. Dus dat is blijkbaar een soort placebo-achtig vulsel waar je het medicijn normaal moet bij inbrengen. Maar laat ons zeggen... er is nog geen testlancering geweest. Nee. Dat is de reden dat we remote opnemen. Iedereen heeft schrik. Ja. Ik moet ook wel zeggen, we hebben enorm veel aanbiedingen gekregen om custom suppos voor ons te maken. Okay. Voor god weet welke reden. Dus ik moet alle mensen die dat hebben aangeboden bedanken. Maar die Apotheek Cobra, die waren zo voortvarend dat die gewoon mailden van, we hebben er gemaakt. Kijk. Voilà. Dus ze waren het rapst. Ja. Inderdaad. En dus ik zeg het, er is nog geen datum bekend voor een testlancering. Ik heb zelf even gedacht, moet ik dit nu doen voor de wetenschap? Maar, Tuurlijk. Ik spreek nu heel persoonlijk en dit verhaal is anders voor elk individu. Maar ik zelf bevind me in een positie waarin de laatste keer dat mijn holken in die richting bespeeld is, was in mijn kindertijd met de suppositoires en de thermometers van toen. Lieve man. En ik zeg het nogmaals, elke smaak is persoonlijk en we gaan daar geen waardeoordeel over vellen. Maar voor mij persoonlijk is er een soort gouden tijd tussen de mannelijke kindertijd en het eerste prostaatonderzoek, waarin de anus eenrichtingsverkeer is. Ik heb de persoonlijke ambitie om die tijd zo lang mogelijk te rekken. Rekken. Ik vind wel, de Nerdland podcast staat bekend, soms in de volksmond, als de podcast van Lieve Scheire. Dus ik vind eigenlijk dat het logisch is. Ja, eigenlijk wel. Het is uw feest, hè. Ja. Jeroen, we hebben heel veel geluk dat we remote opnemen deze maand. Anders was er een soort opbod ontstaan van wie gaat er even achter het muurtje gaan staan. Dus dan heb ik toch die vrienden die maken dat we dan uiteindelijk rare dingen in onze poep steken. Maar heel simpel, wie stemt er voor Lieve? Yo, allemaal. Ja. It's not a democracy. Maar goed, kijk,
De objecten liggen hier. Ja. Binnen mijn handbereik, moet ik schoorvoetend toegeven. Ik denk dat we het een beetje gaan moeten overlaten aan ons publiek. Wie er vindt dat dat getest moet worden, ja. En door moet, wie. Je moet er ook een beetje een testprotocol uit. Ik denk dat ik die paper uit Egypte nog eens ga lezen om te kijken hoe dat die... de hoeveelheid extra vingerwerk die nodig was om de suppo erin te... Ik wil het wel wetenschappelijk aanpakken als maar we het doen. Heb ik dit nu juist... Gaan we een poll doen wie dat dan moet inbrengen? Ja, en moet dan alle luisteraars stemmen? Je weet waar je naartoe gaat leiden. Hè? Nee. Het referendum zal adviserend, maar niet bindend zijn. Inderdaad. Zie het als een coronabarameter. Dat is belangrijk. Het is een tool. Maar enfin, wat ik ook moest zeggen is... De suppo's uit mijn kindertijd waren kleiner dan deze. Ik ga ze er even bij halen. Ik heb ze nog niet echt gezien. Hè? Ik ga ze er even bij halen. Ze zijn aan de grote kant, ja. Ik heb nu nog zoiets van... Allee, Sissy, maar ja, ik heb ze nog niet gezien. Ze zijn best wel pittig. Pittig? Oh, ja. En wat is de prijs voor degene die dit doet? Eeuwige roem, denk ik. Ja. Daar zijn we. Dus, you sold it, Jeroen. Dit zijn de suppositoires. Niet banana for scale. In de standaardvorm. Dus we spreken echt over 4 centimeter. Is dat niet lengte. Normaal? Ja. Ik vind dat niet altijd zo groot. Ja. De laatste keer dat ik een suppositoire gezien heb, was voor een kleutertje, namelijk mijn kinderen. Een perdolan is klein. Die zijn de helft hiervan. Hè? Ja. De helft. En de kleuter is ook kleiner. Ja, voilà. Ja. Zover was ik al. Maar... Peter, jij hebt mij vaak gezegd, als het over hoornaars ging, angst maakt dingen groter. Ja, dat is waar. Dus... Je moet vertellen aan die mannen die dingen in een pisbuis steken. Wel, ja, bijvoorbeeld. Maar, dus, ja, maar die zijn daar misschien niet bang van. Hè? Wij hebben ooit gefilmd op een boot met neveneffecten. De aflevering met Jommeke, of Guillaume dan, die een schat zoekt. En toen werd er ons verteld, als je heel zeeziek bent, dan kunnen wij je geen medicijnen geven, want die kotste weer uit. Ja. En toen was er op de boot aanwezig, en ik heb hem aanschouwd met mijn ogen, de roze torpedo. Zo werd die genoemd. En dat was een soort antimisselijkheidsmedicijn dat inderdaad via suppositoire aangebracht werd. Ja, dat is groot, hè. Ja. Nu moet ik wel zeggen, daar word ik toch niet direct bang van. Dat is toch... Dat... Oké, maar dan is beslist wie dit testlast heeft. Nee. Ik dacht dat er een raadpleging van het publiek ging komen, hè? Ja, oké. Okay, ja. Een referendum, ja. Die met het dubbele punt zijn even groot, maar iets dikker in het midden. Hè? Dus wil ik er ook bij zeggen. En dan heb ik hier de starships. Ik kan er eentje uithalen om te laten zien. We gaan sowieso een foto online zetten. Voilà. Met die vinnikjes, dat komt niet goed. Ja, er zijn echt zo vinnikjes van die vinnikjes aan. Dat zijn precies weerhaakjes nog extra zo. Ja, wel, ze zijn van heel zacht materiaal. Maar ik vrees wel dat die mogelijk toch significante schade kunnen aanbrengen. Ik denk niet dat gaat vloepen naar binnen, eigenlijk. Ja. Dus dat is toch voor de liefhebbers, denk ik. Maar ja, dat zijn ze van die raketten. We kunnen eigenlijk ook gewoon iemand stemmen die er gewoon nu niet bij is, hè. Ah, ja. Ik zeg Stefanie. Zeg, er zijn nogal andere dingen binnengelopen over de suppo's ook, want the science goes on. Blijkbaar heeft Arno Hintjens heeft een paar jaar geleden in een interview gezegd dat hij ontdekt heeft dat het met de bottenkant eerst moet. Inderdaad, en ja. Na zijn recente Radio 1-sessie concert op de VRT, heeft hij er nog eens random over begonnen? Dus ofwel luistert hij naar de podcast, maar dus Arno is ervan overtuigd dat het bottenkant eerst is. En misschien wil hij het testen, hè? Dat kan ook. Hè? Het is toch garme, die man. Die is al er genoeg gegaan dit jaar. Maar goed. En dan zijn we ook nog altijd het spoor van wie heeft er de suppo uitgevonden, verder aan het uitzoeken. Maar de mails blijven binnenstromen. Het is hard verwarmend. We zullen zien volgende maand of er meer nieuws is en of een testlancering wordt vervolgd. We gaan die testlancering blijven uitstellen omdat we wachten op goed weer. Luchtvochtigheid is te hoog. Ja. Gaat niet. En de booster gaat terug landen. Een testlancering naar Uranus. Ze hebben ons ook een poster gemaakt en daar stond op echt... Apotheek Cobra heeft een poster gemaakt waarop stond Launch to Uranus. Ik weet nu niet of we die apotheek kunnen aanbevelen, want eigenlijk zijn die het grootste deel van voorbij maand bezig geweest met custom suppos voor ons te maken. Maar toch, ze verdienen... Ik vraag me wel af, als ik
als we op Twitter posten dat we Starship-shaped suppos gemaakt hebben, of dat Musk het zou opmerken of niet. Het ligt wel in zijn lijn van humor. Het ligt in zijn... Ja. We zullen hem nog eens bekijken. We zullen zien. Ik ken een garage in Vilvoorde die er misschien wel eentje wil. Ja, bijvoorbeeld. De sponsor van volgende maand, Els Bakkers. Wij hebben nog enkele korte nieuwsjes. Wat heb ik hier staan? Robert Dijkgraaf is minister van Wetenschap in Nederland geworden. Robert Dijkgraaf, voor wie hem niet kent, is een Nederlandse theoretisch natuurkundige die op snaartheorie gewerkt heeft, die zeer belangrijke dingen gedaan heeft in de theoretische natuurkunde, die daarna directeur geworden is voor het Institute van Advanced Studies in Princeton, wat eigenlijk een soort collectief is waar topwetenschappers de tijd en de ruimte krijgen om hun eigen wetenschap te bedrijven zonder lesgevingsverplichtingen, zonder publicatieverplichtingen. Daar was hij enkele jaren directeur. Ook een zeer goede science communicator die bij de Wereld Draait Door een paar keer geweest is, die bij DWDD University zeer complexe concepten uitgelegd heeft aan het brede publiek. En die kwam als een soort wit konijn, noemen ze dat dan in België. Bij de regeringsvorming in Nederland kwam die plotseling daarboven als minister van Onderwijs en Wetenschap. En die is nu sinds 10 januari in functie. Ik vind dat geweldig spannend. Iemand die echt vanuit de wetenschap zelf komt, die weet wat het is om onderzoek te doen, die weet wat het is om te moeten zoeken naar fundinggeld, hoeveel tijd daarin opgaat, die directeur geweest is van een wetenschappelijk instituut waar hij hopelijk ook de politieke kant en de diplomatieke kant van heel de zaak leren kennen heeft. Dus ja, toen ik het nieuws hoorde, dacht ik echt van, ja, dit kan een absolute successtory worden. Hè? Iemand die geen politieke spelletjes hoeft te spelen en die heel de wereld van binnenuit kent en die dat ook kan gaan regelen. En ergens dacht ik, en ik hoop dat het niet waar is, maar een soort pessimisme van, ja, als je heel die politieke intrigue niet kent, met kennis en goede bedoelingen, kom je er misschien niet in de politiek? Ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, hij heeft een internationaal instituut geleid, dus hij weet wel een en ander over hoe mensen zich verhouden tegenover elkaar en proberen een machtspositie te krijgen enzovoort. Laat ons hopen. Ja, kijk, ik vind het een vakminister. Ik denk niet dat er in Europa, en goed, dat moet ik eigenlijk schrappen, want ik heb geen zicht op Europa, maar als je kijkt naar de Benelux, er is waarschijnlijk nog nooit een minister geweest die zoveel kennis had van het gebied waarover hij bevoegd was, dan Robert Dijkgraaf over wetenschap, denk ik. Dus ik hoop van ganser harte dat dat een succesverhaal wordt, ja, inderdaad. Philip de Bakker had een doctoraat in de biotechnologie, hè, een paar jaar geleden. Okay. Dus die kan ik mij voorhalen. Ik weet niet of dat podcastwaardig is, maar dat is de meest technische mens dat ik me kan herinneren. Ik weet, Ferhat Uwadi was toch een landbouwingenieur, denk ik, in die tijd. Die was toen minister van Milieu. Ja, maar zeker dat zijn wel. Zo de andere, weet ik niet. Oké, maar Robert Dijkgraaf. Het is een ander niveau, ja. Ja, dat is een ander niveau, ja, absoluut. Ja. Robert Dijkgraaf heeft publicaties in de snaartheorie, samen met Edward Witten en met Erik Verlinde en gelijkwaar. Dus dat is echt, dat is immens. Dus ik vind dat onwaarschijnlijk interessant en ik wens hem het allerbeste toe en ik ga het sowieso volgen. Hij heeft nu al goede budgetten losgekregen voor wetenschap. En ook dat Institute for Advanced Studies in Princeton is wel iets geweldig boeiend, omdat ze er daarvan uitgaan. Einstein heeft er ook gezeten, bijvoorbeeld. Daar gaan ze ervan uit. We moeten een bepaalde groep wetenschappers alle vrijheid geven, zonder dat die zich constant moeten verantwoorden over budgetten, lesopdrachten, publicaties enzovoort. En natuurlijk kies je dan voor wetenschappers die zeer getalenteerd zijn, maar die ook een enorme interne motivatie hebben. Als je die interne motivatie hebt, dan heb je die externe factoren als publicatiedruk niet nodig. Dus die heeft daar natuurlijk wel een paar jaar aan een schoolvoorbeeld gezeten van hoe dat je topwetenschap faciliteert. En hij heeft nu al goede budgetten gekregen. Dus ik zeg het, ik ga het met heel veel interesse volgen en ik wens hem het allerbeste toe. Dat sowieso. Over onderwijs
hier in Vlaanderen dan. We hebben hier de Jonge Academie. Marianne is er nu niet bij, maar Marianne Verhelst is lid geweest van de Jonge Academie. Het zijn allemaal jonge academici die eigenlijk proberen van hoe gaan wij nu op de manier van onze generatie, de jonge generatie, de nieuwe generatie, aan niet alleen aan wetenschap doen, maar ook aan wetenschapscommunicatie. Die hebben een bordspelletje ontwikkeld. Bestaat al een tijdje, maar het is nu vernieuwd. Het heet Mundus. Dus de O met OE, Mundus. Je kan het bekijken op mundus.be. Wat is de bedoeling van het bordspel? Je neemt bijvoorbeeld een klas in de lagere school en je gaat op verschillende plaatsen in het klaslokaal of het schoolgebouw, ga je informatie ophangen over een planeet. En je komt zogezegd met heel de klas terecht op een nieuwe planeet. Op die nieuwe planeet zijn nieuwe levensvormen, nieuwe soorten dieren, maar ze hebben ook een eigen manier van wiskunde bedrijven, eigen symbolen voor getallen, voor letters enzovoort. En je laat je klas los op die nieuwe planeet en je vraagt aan hen, nu gaan jullie in groepjes onderzoeken wat er hier leeft, hoe de mensen hier leven, hoe ze zich verhouden tegen elkaar, wat de geschiedenis is van de planeet, wat het wiskundesysteem is van de planeet. En eigenlijk is de bedoeling van de Jonge Academie van kijk, we gaan een soort spelvorm van wat de wetenschap echt is, namelijk het uitzoeken van hoe zit het hier nu, gaan we loslaten op de lagere schoolklassen. En zij kunnen dan een beetje zelf rondlopen, zoeken. Het is de bedoeling ook dat ze leren van elkaars bevindingen. Dus elk groepje komt terug met wat zij gevonden hebben. Zij publiceren dat op een groot bord, centraal in de school, en moeten dan een beetje leren van elkaar. Dus Mundus, een wetenschapsspelletje, te bekijken op mundus.be, wordt verspreid over de lagere scholen. En ja, ik hoop dat het de juiste wetenschappelijke methodes kan bijbrengen aan de jeugd van jongs af aan. Ik heb een overlijdensbericht, namelijk de Belgische planetoïdenjager Erik Elst is overleden. De planetoïden zijn eigenlijk brokstukken die te klein zijn om een planeet te zijn, maar die wel rond de zon draaien. Tussen Mars en Jupiter hangt er een hele gordel van planetoïden. Hoe kan je die ontdekken? Ja, door heel lang naar foto's te kijken van allerlei lichtpuntjes en te kijken welke er verschuiven ten opzichte van de sterren. Erik Elst heeft persoonlijk, dus alleen, 3700 planetoïden ontdekt. Jong. Hij mocht die allemaal een naam geven. Vele daarvan zijn genoemd naar Belgische iconen. Jacques Brel is er eentje. Eddy Wally is er ook eentje, moet ik er wel bij zeggen. Die is net overleden deze maand. En ja, het is toch een icoon. Hij is de persoon die als individu, dus als persoon alleen, is hij de recordhouder van aantal ontdekte planetoïden. Ah. Er zijn er nog een paar boven hem, maar dat zijn allemaal wetenschappelijke teams of computersystemen. En hij deed dat manueel. Voilà, kijk, eigenlijk een zeer bewonderenswaardig persoon in onze Belgische sterrenkunde. Erik Elst is komen te overlijden. Voilà, daarmee zijn we rond. Dan kunnen we nog een paar dingen vermelden, zoals bijvoorbeeld de kerstpuzzel van Defensie is afgelopen. Wie heeft er allemaal meegepuzzeld? Ikke. Joehoe. Els ook. Kurt ook een beetje, toch, of niet? Een klein beetje, maar niet zo intens. Dus de kerstpuzzel van het Belgische leger, naar het voorbeeld van het Nederlands leger, die dat al vele jaren doen, hebben zij nu al een jaar of 4, 5, denk ik, een zeer cryptische, moeilijke puzzel die iedereen kan oplossen die dat wil. We hebben het vorige maand ook vermeld. We hebben met Team Nerdland ook gepuzzeld. Wat blijkt? Op onze Nerdland Discord was er een team van Nerdland podcast luisteraars en die hebben zich ook verenigd om mee te puzzelen. Ja. Ik heb gisteren een hele avond met hen overlegd over wat zij gevonden hadden en wat niet. Ik kan u op dit moment met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen, ze hebben ons ruimschoots verslagen. Bij deze kan ik bevestigen, onze fans zijn slimmer dan wij. Absoluut. Dat wisten we misschien al. Dat wisten we misschien al. Maar goed, op dit moment zijn de tips gepubliceerd. Dus je krijgt per vraag een tip in welke richting je moet zoeken. Binnenkort komen de antwoorden. Ik vind dat wel de moeite om dat te bekijken, want het is een zodanig ingenieus opgestelde, fantastische quiz, puzzelquiz om te spelen. De kerstpuzzel, we zetten een link in de show notes. Nog twee vermeldingen heb ik staan. Eentje is, wij zijn vereerd als Nerdland Podcast om
sinds deze maand gepubliceerd te worden op Prison Cloud. Yep. En Prison Cloud, Jeroen, dat is een podcastsysteem voor de Belgische gedetineerden in de gevangenissen? In de gevangenissen van Beveren. In de gevangenis van Beveren hebben ze een intern soort internet. Dus de gevangenen of bepaalde gevangenen mogen daar niet op het wereldwijde internet. Maar ze krijgen content van tv, informatie, weerbericht krijgen zij op een intern netwerk gepubliceerd. En wij zijn gecontacteerd geweest door een persoon die daar werkt. Die zegt van kijk, zouden wij de Nerdland podcast mogen aanbieden? Dus downloaden van het internet en daar ter beschikking stellen aan de gedetineerden. En uiteraard hebben wij gezegd supercool, ja, doen. En ze heeft mij gisteren teruggemaild de laatste 4 maand overzichten zullen vanaf eind volgende week beschikbaar zijn. En ze houden die maandelijks up-to-date. Dus ja, dat is dan wel het nadeel. Dat telt niet mee voor onze luistercijfers. Dus ik ga ze vragen om te turven. maar ja, supercool. Die gaan aandachtig luisteren over dat smokkelen binnen de anus, denk ik. Ja, voilà. Die luisteren... Nee. Maar we zijn heel blij dat... Want inderdaad, ja, ik ken er echt niks van, maar ik kan me inderdaad voorstellen dat het internet zeer gereguleerd tot afgesloten is binnen de gevangenis. Ja, normaal gezien komt dat niet voor in de gevangenis. Ik ben eens in de gevangenis van Leuven gaan impro spelen, samen met alle neveneffecten buiten Lieven, want jij kon die dag niet of zo. En dat was opvallend. Die mensen daar hadden jail-tv en die mochten beslissen wat dat daarop kwam. En neveneffecten kwam daarop en er waren gevangenen tussen die echt die sketches van buiten kende. We kwamen er eigenlijk impro spelen, maar eigenlijk heeft Jonas gewoon de hele tijd Kabouter Wesley gespeeld en die mensen die wisten niet waar dat ze het hadden. Dat is ongelooflijk. Ik heb impro gespeeld in elke Vlaamse gevangenis en ik heb JLTV gemaakt. JLTV, ja. Ja, ik heb in Mechelen, in het Huis van Bewaring, heb ik met een paar gedetineerden een tijdje JLTV gemaakt. Okay. Ja, dat is een top project. Heel tof. Ja. Voilà, kijk, maar wij kunnen dus, ja, het zal dan niet online, maar offline beluisterd worden op Prison Cloud vanaf deze maand. Heel af en toe. Zouden onze collega's van de Volksjury daar ook op staan? Want dat kan wel een beetje een overlap zijn, denk ik. Ja, dat weet ik niet, ja. Dat is een beetje true crime. Dat die elkaar aanporen en zeggen van, het is mijn aflevering. Ja, voilà. Oké, en dan, ja, er is een jaar voorbij en dan moeten we toch zeggen, ja... Ook van 2021 moet er een gouden jasmop verkozen worden. Als jullie nog moppen hebben die jullie zich herinneren, dus echt gouden jasmoppen, dus ja, eigenlijk woordspelingen of andere flauwe moppen waar je eigenlijk voor zou weggestuurd of een rode kaart voor zou moeten krijgen, dan mogen jullie die vanaf nu melden op goudenjas.be. Daar komt een inschrijvingsformulier en daar kan je dan zeggen uit welke aflevering die komt, op welke tijdscode ongeveer. En dan kunnen wij hopelijk, want ja, meestal doen we er toch ruim een half jaar over om een mop te verkiezen. We gaan proberen om dat iets sneller te doen deze maand. Goudenjas.be, daar kan je al jouw jasmoppen selecteren van het voorbije jaar. En dan rest ons enkel nog de sponsor en deze maand is dat Jeroen. Dat is wederom een zeer trouwe sponsor van ons, maar we zijn er zeer blij mee. Fairy Positron, de winkel voor al uw geeky kledij en accessoires. Fairy Positron! Yay! Ja, het is een van onze meest... Ik denk, van iedereen heeft Fairy Positron ons altijd vaak gesponsord. En we zijn er ook geweldig blij mee. Dus het is een webwinkel waarop kledij, juwelen, notitieboekjes... Ze hebben ook pennenzakken, allemaal met een geeky thema. Er staan wetenschappelijke dingen op uit alle disciplines. Zowel de sterrenkunde als de anatomie, de geneeskunde. Enfin, er staat echt de biologie, de geografie. Van allerlei thema's kan je daar dingetjes kopen. Ik heb net gekocht voor mijn oudste dochter een jurkje met glow-in-the-dark sterrenhemel erop. Dus de bestaande sterrenbeelden. Ik heb hetzelfde gekocht voor ons Emma, maar dan in een broekvorm. Dus met de maanstanden, dus de maanverschijningen erop. Ook glow in the dark. Ja. Ah ja, ja. Zo op de zijkant van uw been. Ja, op de zijkant. Ja, ja, ja. Nieuwe maan en dan alle sikkeltjes volle maan. Ja, ja, juist, ja. En onze Emma is er bijzonder blij mee, want het is nu een studeerbroek geworden, een blokbroek. Hè. Dus ze heeft dat nu aan om te studeren. Ja. Cozy pants. Yes, cozy pants. Ik had bij een vorige sponsorronde had ik van Fairy Positron voor mijn
toen nog 2-jarige, nu 3-jarige dochter onderbroekjes gekregen met astronauten erop, die ze heel graag aandoet. Want elke keer zegt ze, dat is mama Hetty. En nu moeten we zeggen, nee, dat is mama Hetty niet. Oh. Maar goed, die zijn intussen wat klein geworden. Want ja, dat groeit natuurlijk gelijk kool. Dus ik heb net gisteren glow-in-the-dark onderbroekjes besteld met raketten op. Ja, prachtig. Ja, dus... Dat is dan, het is niet mama Hetty, maar het is nog altijd tof. Nieuw in de aanbieding zie ik ook. Ze hebben glazen met daarop, dus een zwart glas met erop in het wit, het elektromagnetisch spectrum of de verschillende cardiogrammen. Ja, dat is het woord dat ik zocht. Bij verschillende hartaandoeningen. Ja. Nieuwe juwelen en nieuwe etuis. Dus voor de studenten die vol een bak in een blok zitten, dat kan je daar halen. Wat ik ook nog wel belangrijk vond, dat is een hele toffe webshop die heel... correct handelen en zo. Dus ik was aan het kijken voor, als je zo dingen voor je kinderen bestelt. Ik vind dat toch altijd tof als je dan weet dat dat niet door andere kinderen gemaakt is. Ja, ze zijn fair trade steken, inderdaad. Ze steken er ook een persoonlijk geschreven kaartje bij als ze het opsturen. Dat vond ik ook wel heel leuk. Het is het absolute minimum om van een sponsor te zeggen. Het zijn geen dieven. ik heb een beetje zitten rondsurfen op de new product. Hè, want ik ga er af en toe kijken en dan kijk ik wat is er nieuw. Ze hebben hele mooie juweeltjes. Wat ik heel tof vind, dat zijn zo ringen voor rond uw vingers die niet rond zijn, maar die zo eigenlijk een beetje rond uw vinger cirkelen. En zo hebben ze, ik denk, een zeemeermin en een slang die er eigenlijk fantastisch goed uitzien. En ik kwam ook op de oorbellen. Uiteraard heb je de standaard wetenschappelijke oorbellen met, wat zit daartussen, allerlei atomen en moleculen en gelijk wat. Maar ik kwam plotseling op, met deze oorbellen sponsort u Period Poverty. En Period Poverty, dat is eigenlijk vrouwen, meisjes die menstrueren, die in armoede zitten en die zelfs niet het geld hebben om de basisproducten aan te schaffen die zij nodig hebben daarvoor. Daar worden allerlei fondsen voor opgericht, zodat ze die basisproducten kunnen voorzien. En ze hebben oorbellen en als je die koopt, dan gaat de sponsoring onmiddellijk naar Period Poverty steunprojecten. Eentje daarvan is in de vorm van... baarmoeders en eierstokken eigenlijk. Hè? Dus je hebt dan eigenlijk oorbellen in de vorm van anatomische eierstokken. De andere is doodgewoon in de vorm van de vagina. Dus daar heb je... De Hashtag, ik wil die. Voilà, dus. Ik draag geen oorbellen, maar daarvoor maak ik een uitzondering. Maar ze zijn ook anatomisch zeer wetenschappelijk. Labia minor, labia major, clitoris, alles aanwezig. En ik weet het niet zeker, maar ik denk als je niet weet waar je naar kijkt... Dat is het beste. Dat ziet eruit als een roosje. Blazen. Dat je zo mensen zo een klein beetje raar ziet kijken naar je en dat je zoiets hebt van... Dat is wel zo dat meisjes naar school kunnen gaan, zodat ze gewoon wel maandverband hebben, zodat ze naar school kunnen gaan. Of je draait dan een kwartslag en het is een mond, hè. Voilà. That's what she said. Oh, damn. Ik moet ook vermelden van de sponsor. Er is een kortingscode. Die kortingscode is simpelweg Nerdlandkorting. Één woord. 10% van de prijs af tot 28 februari. Dus laat u maar een keer goed gaan. Dus Nerdland korting en je schrijft alles aan elkaar. Dat klopt. Als je die wil gebruiken, dan ga je nu naar de website ferrypositron.be. Het is toch .be, hè? Absoluut. Voilà, ferrypositron.be. Je kiest daar gewoon een beetje rond. Je maakt je bestelling compleet. En dan bij het uitchecken heb je de kortingscode NerdlandKorting. En dan kan je weer helemaal genieten van allerlei geeky kleding, gadgets, gebruikobjecten, juwelen, alles wat je maar wil. Daarmee zijn we helemaal rond voor deze maand. En dan dank ik jullie hartelijk voor het luisteren. Helemaal tot op het einde, zeg. Dank je wel daarvoor. Wij waren hier vandaag met Els Aerts. Yo. Met Kurt Beheit. Ja. Met Natta Kerkhoffs. Ajustruus. Met Jeroen Baert. Doei. En met Peter Berks. Dank je wel voor het luisteren. Dag. En hopelijk ook tot volgende maand. Dag. Dag. Dag.